nog eens even doortrekken, nog eens even trainen, nog eens kijken hoe ver ik sta, om dan eventueel alles op zondag te zetten op die Ronde van Vlaanderen. Of zegt hij, vandaag is voor mij ook al een hoogdag. Kijk, Dolander voor Gorik Gardijn. Ja, Gardijn die ook eigenlijk na een paar pechseizoenen bij Omega Pharma nu hopelijk stilaan voor hem dan toch de nieuwe Gardijn aan het worden is, of terug opnieuw Gardijn is die eigenlijk zou moeten zijn. Karl. Ja, Houtarovic die gaat nu lossen in de kopgroep. Die was net komen aansluiten voor de Bonjeberg. Net daarvoor had hij voeling met die kopgroep opnieuw. Maar die inspanning die betaalt hij nu cash. En hij staat zo goed als stil op dit steile stukje van de Bonjeberg. Dus zijn er nog 22 en niemand meer van Francaise Desjeux. Kijk naar Maxime Van Tomme. Hoe makkelijk, kijk voor Katjusha, die naar boven peddelt. Hè? Ja, dat is een van die jongeren. Hè. Protégé van onze eerste minister. Jij zegt het. Ja, dat is waar. Maar Karel weet daar meer over, Karel. Ja, dat klopt. Dat is ook de protégé van onze eerste minister Maxime Van Tomme. Goeie neoprof geweest, maar dan een beetje pech gehad. Veel pech eigenlijk. Valpartijen, ziekte. En nu komt hij weer zijn neus aan het venster steken. Hij ging als nieuweling en junior vaak trainen met Peter Farazijn. En Farazijn zei toen, let op Maxime Van Tomme. Dat wordt een hele goeie. En is dat nu aan het bevestigen. En even aanknoppen bij Farazijn. Die heeft een zoon die het ook uitstekend doet. Ja, heb ik uit goede bronnen vernomen. Vorige week nog gewonnen, heb ik gezien. Goed, maar die heeft nog een beetje tijd nodig al voor hij ooit prof wordt. Daar wonen, geconcentreerd. Hè. Dit is zijn koers. Hè. Karel. Ja, en die zoon van Peter Farazijn, die heet trouwens ook Maxime. En die won dit jaar als tweedejaars nieuweling 3 van zijn eerste 4 koersen die hij reed. Het is wel wat talent. Hij maakt koers en hij is snel aan de streep. Totaal ander type dan de papa. Er zit dan toch talentkinder achter in West-Vlaanderen. Dus ja, natuurlijk. Nee, alleen Karel van Nieuwkerken. Er is nog ander talent. Is dat nu controleren wat die van Saxo doen? Waar zijn ze nu mee bezig? Nog altijd die vraag waarom die twee mannen Klemmen en Kloster gaat daar vooraan. Enfin, de Belgen hebben het daar nu net even overgenomen. Daar komt Marcus Burkhardt. BMC voor een goed begrip dus in dwars door Vlaanderen niet geselecteerd. Vanwege een samenstelling van de ploeg die de organisatie niet echt charmeerde. Hier gaan ze wel degelijk met 3 van hun 4 kopmannen van start. Hinkepie is hier niet. Die start morgen in Gent-Wevelgem. Ja, dus die ploeg is hier zeker en vast op zijn plaats. En wat de mannen van Saxo doen is eigenlijk de koers voor Cancellara organiseren. Zorgen dat hij daar niet in de problemen komt. Niet dat het hem daar op een problemen komt qua plaatsen. En zeker niet hier achteraan geraakt. Dus het is vooral een kwestie van vooraan de koers rijden. Zou dit hier achteraan de zoon zijn van Juleke de Zanger? Want die heet Gustavo Iglesias. Oh? Ja, Julio Iglesias. Ah ja, ik zou het niet weten. Wellicht niet. Ik zie hier wel helemaal achteraan Olivier Kaijzer zitten van Omega Pharma. Een man die een beetje problemen heeft in dat soort wedstrijden met draaien, keren. Terwijl die nogthans goed zijn best doet bij die ploeg. Ja, maar die is vooral goed in, als je die in de Ronde van Spanje kunt zetten op grote brede wegen, dan kun je met iemand als Olivier Kaijzer aan alle kanten uit. Maar wanneer het een beetje schakelen wordt, dan heb je er een probleem mee. Draaien en keren ligt hem niet zo goed. Nee. Huh? Bonaire zagen we daar ook even sukkelen. Zie hem daar rijden. De man in vijfde positie. U weet hoe dat gaat als Cancellara zich wat in de kop haalt. Hè? Paniek. Paniek in alle rangen. We hebben dat woensdag kunnen bekijken. En dat is toch wel een van de meest indrukwekkende beelden die ik de laatste maanden of de laatste jaren gezien heb op televisie. We gaan het nu ook niet overdrijven. Dat alles op de kant zetten. Dat alles op de kant zetten en niet in de problemen zetten. Hè? Dus niet van de rest in het wiel naar de vaantjes rijden. Echt letterlijk en figuurlijk naar de vaantjes rijden. En toch was die Breschel ook fantastisch opdreef. Ik was al geïmponeerd door de manier waarop hij die ostentatief naast Bonen ging koersen. Hè? Ja, die was super. Die was meer dan goed ook. Absoluut. Is er hier wel niet bij, hè? Nee. Die start morgen. Dat krijg je dan. Hè. Als je twee wedstrijden achter elkaar geeft, dan gaat dat zo. Er is niks aan te doen. Daar komt Karsten Kroon naar voren geschoven. Komt hij met Burkhardt wat dichter in de zone van de waarheid koersen? Ja, kijk. Kroon als leidsman. En Tossato blijft dat nog altijd goed doen. Het komt er natuurlijk op aan dat je daar nog bent in de zone van pakweg de Taienberg. Of ja. Zelfs nog later als het daar niet scheurt. Het is natuurlijk belangrijk en ook gevaarlijk. Ik had vanmorgen nog een gesprekje met Greg van Avermaat. Het gevaar zit erin als mannen als Bonen en Cancellara gaan op die beklimmingen. Dat je dan als renner als Van Avermaat de neiging hebt om daar onmiddellijk achteraan te springen. Die mannen gaan meestal zo snel dat je dan meestal uw motor een klein beetje opblaast. Kijk, dit vind ik een mooie coureur.
Hij speelt de stijl van de krachtpatser, maar zit altijd mooi gedoken, mooi rond. Maarten Cialinghi. Maar in de kopgroep. Als je iemand wilt zien die graag fietst... Die houdt van zijn vak. Die fietst graag. Ja. En die fietst ook nog graag en het mag ook nog een beetje afzien zijn. Dat neemt hij daar gewoon bij. En ik weet wat je nu gaat zeggen. Want je hebt een hart, een zwak voor mannen die van het mountainbiken komen. Ja, dat niet alleen. Ja, maar het is ook nog eens een geweldige kerel. Het is een eerlijke vent in de zin van een woord is een woord. Afspraak is afspraak. En je kunt recht mee naar de oorlog gaan. Ja. En heeft de Ronde van België gewonnen. Dat is een schone koers. En heeft de Ronde van Burkina Faso gewonnen. Voilà. Je kan moeilijk over een breder terrein winnen. Alsjeblieft. Stefan van Dijk. Voor Verandas Willems. Door allerlei turbulenties in zijn carrière is hij een paar etages lager gezakt. Maar is nog altijd redelijk snel. Karel. Ja, de leiders zijn nu op 200 meter van de bocht. Die leiden naar de voet van de Eikenberg. We gaan dus zo dadelijk aan de Eikenberg beginnen. En dan gaan we misschien ook al eens zien wie de echte sterke mannen zijn in de kopgroep. En dan krijgen we misschien ook een push vanuit het peloton. Benieuwd wie hier de knuppel in het hoenderhok gooit bij die leiders. Kijk ook naar de mannen van Topsport Vlaanderen. Met drie zijn ze dus. Stijn Nijring, Stijn Joseph en Christophe van de Wallen. Van de Wallen die hier vorig jaar, of was het ondertussen 2 jaar geleden, ook al eens overleefde diep in de finale in de E3 prijs na zo'n vroege vlucht. Hij is er hier dus opnieuw bij. Karel, over die knuppels en dat hoenderhok, wie denk je? God, als je dan kijkt naar de mannen, dat zijn dan de mannen die we daar net genoemd hebben. Hè. Dat zijn Cialinghi, Rosseler, maar ook een goede Rollin heb ik gezien bij Cervelo. Rollin en Hunt, die mannen gaan nu ongetwijfeld ook wel een deel van het werk voor hun rekening nemen. We zijn eraan begonnen en ik denk dat het Hunt is die naar voren is geschoven. Jeremy Hunt. Het klopt, die heeft zich op kop gezet voor Maarten Cialinghi op de Eikenberg. Een kilometer. Goed door vlammen, 5,5%, maar wel een maximum percentage van 11%. Een van de weinige bergen waar de kasseien nog een beetje aan betand liggen. Ja, maar zijn we dan links en rechts, of vooral op links, dan toch al een deel van die asfalt bijgegoten waar de renners natuurlijk wel elke centimeter van weten liggen en daar ook gebruik van maken. Dus wat dat betreft eigenlijk valt die Eikenberg nog wel mee. De meeste renners kennen die ook natuurlijk, weten waar ze moeten een inspanning leveren, weten hoe lang dat ding duurt. Dus dat is toch wel een bekend terrein voor de meeste renners. En ja, ondertussen de zwakkere eraf. Hè. Wie, Karel? Ja, en de zwakkeren in deze groep, dat zijn Stijn Joseph en Christophe van der Wallen, net genoemd. Ook Glenn Dollander is er al af. Jackson Stewart moet eruit. Jackson Stewart, dat is de man van BMC. Ook het jongetje van Lamprey Boots. Dus de Oekraïner heeft het moeilijk. En dan zien we dat Barbeter daar nog net aan hangt. Maar deze 5 zijn we in elk geval al kwijt. Guédon wordt nu opgeraapt. De ongeluksvogel met de lekke band. Weg vooraan uit de groep van oorspronkelijk 24, dames en heren, wordt hier nu opgeraapt. Maar sterke Frederik zal nog wel een tijdje overeind blijven, maar hij wordt daar naar de kant gekwakt door Stewie. Ja, dat is gewoon de wet van de sterkste. Want die zit stevig op de fiets, moet ik eerlijk zeggen, ook ready. Cancellara, handen losjes bovenop het stuur. Bonen wat meer tegen de kant. Leukemans ook weer uitstekend geplaatst. Daar gaat Sylvain Chavanel. Want dit is allemaal nog het begin. Dit is allemaal nog het begin. We gaan niet terug dat beeld krijgen van O'Grady die positie gaat kiezen en die ja. Guédon gewoon van de weg afrijdt. Hey, merci, hè, zegt Guédon. Waarom gedaan, manneke? Bedankt. Maar ja. In ieder geval, dus dit is allemaal nog. Oh, het is nog zo ver. Het is nog 67 kilometer. We moeten de Patersberg nog over ook. Karel. Ja, vooraan is Rosseler er een nieuwe couche aan het opleggen, een nieuw laagje op aan het leggen. En dat zorgt dat deze kopgroep aan het breken is. Hulsmans en Gardijn hebben het moeilijk. Die zitten in een tweede groep. Ook Klemme zit hier. Ook Stijn Nijring zit hier. Ik zie Rollin loslaten. Ook de man van Sky, dat moet dan Christopher Sutton zijn, die is eraf. Ook de jongen van Skill is overboord. En Koen Barbé. Dus we hebben hier nog eens geschift en dan blijven er nog een stuk of 6 over vooraan. Yevgeny Houtarovic krijgen wij hier in beeld. En dat is ook blazen, pompen om nog mee te kunnen. Net eraf gevlogen. Dat heeft Karel daarnet al meegedeeld. Hè? Ja, een etappe winnen in 3 dagen van West-Vlaanderen is dus niet hetzelfde dan hier komen koersen in Adelbeken. Hè? Dat blijkt. Dit is nu stevig tempo maken hoor. Wat Stuart O'Grady hier doet. Ex-winnaar van Parijs-Roubaix.
Ja, je ziet dat ook aan de vorm van. En degene die daarachter zit, Cancellara, nog heel makkelijk. Maar de man in het wiel van O'Grady zit daar toch al een klein beetje in de problemen. Johnny Hogerland helemaal op lees. Een beetje typisch op zijn Hogerlands. Een andere richting kiezen, een andere koersvaart dan de rest. Ja, en dat is paniekvoetbal. Dat is helemaal niet nodig. Blijft daar op 10e, 15e positie, 20e positie zelfs, maar gaat daar niet met je snuffert in de wind zitten. Alleen een ander parcours rijden, want dat lukt allemaal nu nog. Maar binnen 30 kilometer lukt dat niet meer. Er sluipen steeds meer voetbaltermen binnen in de wielersport. We hebben het over paniekvoetbal en middenveld. Ook het middenveld. Juist. Ja, dat is waar. Dat klopt, ja. Alhoewel in voetbal hebben ze dan, of in andere termen in de politiek gehad, men dan toch veel wielertermen gebruiken. Hè. Tandje bijsteken en dat soort zaken allemaal. De Eikenberg achter de rug, dames en heren. Een goede 5 kilometer verderop. U hebt het van José al gehoord. Om de 5 kilometer een nieuwe berg. Dan gaan we naar de Stationsberg. Opletten voor de afdaling hier. Met sterke Maarten. Chalingi. Is dat van Tomme? Dat is nog altijd van Tomme daar in derde positie. Ja, maar dat kon je daarnet ook al zien. Hè? De manier, de gemakkelijkheid waarmee die daarnet naar boven pikkelde. Voilà, een vegetariër helemaal op kop. Een pure vegetariër heeft André hier opgeschreven. Karel. Ja, in razende vaart nu van die Ladeuze naar beneden. Dat tweede groepje wil absoluut terugkeren op dat eerste. Dat lijkt ook te gaan lukken. Al is het verschil nu nog altijd 1 meter of 100. Maar ze zijn hier goed aan het ronddraaien. Maar ja, dan weet je toch al wie de sterke mannen zijn in de kopgroep. Hè. Dat zijn de mannen daar vooraan. En straks krijgen we ongetwijfeld hetzelfde verhaal. Ook al kunnen ze nog eens terugkeren. We gaan richting hergroepering. Nog niet helemaal, maar die komt er toch wel aan. Blije kennismaking Maxime van Tomme. Ook Rosselaer is daarbij. Van Dijk, Charlie. Dan hebben we daarvoor Team Saxo Klostergaard hier met het rugnummer 115. Dan missen we nog één man, maar die rapen we straks wel op. En daar komt de rest. Wat denk je? Komen ze nog terug? Nou, ik weet niet of ze gaan terugkomen. En als ze terugkomen, dan is het toch maar gewoon om te komen zeggen van jongens, ze zijn op komst in het peloton. Want het is nog geen minuut. Dus en hier is al een 15-tal seconden tussen. Dus die mannen rijden nog een kleine 40 seconden voor het peloton uit. Ze gaan hier trouwens een stukje naar de kasseien nog. Dus hoe aan haar? Dus de koers is begonnen. Huanaar, Steve Huanaar, Fransman bij Skills Shimano. U weet dat Skills sinds een jaar of twee Fransen in dienst nemen. Dat natuurlijk niet alleen omdat die mannen talent hebben, maar vooral met het oog op een mogelijke tourdeelname. Dat is vorig jaar gelukt. Of dat nu lukt, dat is maar de vraag. Want nog Skills Shimano en nog Vacan Soleil zijn voorlopig geselecteerd voor de Waalse klassiekers. Waarom is dat een pijnpunt? Wel, die Waalse klassiekers zijn ook in handen van ASO. Ja, er zijn er al een deel die beginnen panikeren, onder andere Johnny Hogerland, zoals we al gezegd hebben. Die organiseert ook de Tour. Die daar een heel groot probleem mee heeft. Ja, want ze mogen ook al niet meedoen, die van Vacan Soleil in de Giro. En Giro start dan ook weer op Nederlandse grond in Amsterdam. Zoals nu, hè? Ja, dat is erg, inderdaad. Dat is dan gemaakt aan een wielerploeg. Je denkt dan van, we zullen er wel bij zijn. Gewapend u dan met de broeders VU. En uiteindelijk, ja. Je kan je ook afvragen of het wel slim is van de mensen van de organisatie van de Ronde van Italië om interessante Nederlandse ploegen thuis te laten als je 3 dagen in Nederland blijft hangen. Van Tomme, Chalinki, Rosselaer, Klostergaard is even bevestiging zoeken. Huanaar en Van Dijk, dat zijn inderdaad de sterken die overgebleven zijn van die kopgroep, hè, Karel? Ja, en ze draaien goed rond. En als Rosselaer op kop komt, dan gaat het echt heel snel. Van Chalingi ook. En daardoor komen ze toch niet dichter, dat tweede groepje. Die hergroepering waar ik het net over had, die gaat er toch niet onmiddellijk komen. Tenzij Rollin nu een inspanning doet. Hij is die aan het leveren. Maar Rollin is er dus af, net als Hunt. Hunt die zich een beetje vergaloppeerd heeft aan de voet van de Eikenberg. Dacht daar het tempo te moeten maken, maar is dan niet mee als de beslissing is gevallen. Dus de twee mannen van Cervelo overboord op die manier. Zitten de mensen zich thuis af te vragen die naam Rollin, Dominique Rollin, waar hebben we die nog gehoord? Ik dacht in Kuurne. Ja, in de storm. In de storm van Kuurne. Een Canadees in de storm, 5e plaats. Een van de mannen, van die moedigen waarbij het naar het eind ook zo stilaan zag leeglopen, maar hij reed wel uit en werd 5e. Hier Chalingi. Huanaar. Als de man die uiteindelijk Husshoff nog ging oprapen. De Stationsberg. Ja. Dat is de helling die we in de Ronde van Vlaanderen doorgaans bergaf nemen. Om dan nadien helemaal die lange betonbaan te nemen. Dat is een rotstuk, hè.
Als je het maar weet. Hier kun je maar beter je bushouder, je drinkbushouder, een beetje aanklemmen. José, als je naar beneden rijdt. Een klein beetje aanduwen. Ja, tenminste, als hij van, het is te zien van welke materiaal hij gemaakt is. Want als het carbon is, dan lukt dat natuurlijk niet. En de meeste zijn allemaal keppen. Dat, hier, dat beeld van Klostergaard, dat achterwiel, dat zo helemaal wegslaat in die bocht. Maar af en toe mogen we ook wel eens een tip geven aan de fietstoerist. Ja, 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 absoluut, absoluut. Dit soort dingen zijn enorm belangrijk. Dat je daar trouwens al voor de start die drinkbushouder een klein duwtje geeft. Dat die spanning op die bidon eigenlijk iets feller wordt. Want zonder drinken vallen is misschien nog wel erger dan zonder eten vallen. Ja, koersen is dus ook wel degelijk denken, anticiperen. Eigenlijk voortdurend anticiperen. Ja, wakker zijn, deelnemers, uw concurrenten bekijken, begluren zal ik bijna zeggen. En de schade en de sterkte een beetje opmeten. Daar gebruik van maken. Om zelf te overleven. En kijk eens weer al links en rechts van de weg. Dat is een mooie, die neem ik mee. En een goede renner is een goede gluurder. Karel. Ja, Hoe van Aar, die moet er ook af hoor, vooraan. Rosseler, die gaat ontzettend hard tekeer. Ik denk dat ook Van Dijk aan het loslaten is. En waar zit Van Tomme? Zit hij daar nog bij? We moeten heel ver lonken. Ik weet het niet onmiddellijk, maar in elk geval zien de kopgroep nog een beetje aan het uitdunnen. In elk geval een schitterend beeld hier met die lage helikopter. Dat zicht op die stationsberg waar je ziet spartelen, waar je ziet kreunen en zuchten. Mannen die te vroeg gegaan zijn, die eigenlijk verzopen zijn in die waanzinnige snelheid van 7.48. Ja, de betaalde de rekening voor. Je voelt dat eigenlijk niet. Maar wanneer je dan eigenlijk aan de momenten komt waar het eigenlijk allemaal moet gebeuren, dan kom je tot de conclusie van oei, de benen zijn al een klein beetje leeg. Hoe kan dat nu? Eigenlijk moet alles nog beginnen. Dode vogeltjes worden opgeraapt door het peloton. Karel. Ja, Van Tomme die heeft zich kunnen handhaven vooraan. We hebben nu nog 4 leiders. We hebben Rosseler, Klostergaard, Tjalingi en Van Tomme. Klasse toch hoor, visitekaartje in het Vlaamse werk van Maxime Van Tomme. Daar staat Patrick Lefevre. En hij heeft inderdaad gezien dat de camera daar staat. De manager van Quickstep. En ook hij hoopt dat zijn middenveld straks wat beter gestoffeerd is. Maar ik heb de indruk dat het vandaag al beter is dan in dwars door Vlaanderen. Het heeft natuurlijk ook te maken met de renners die je aan de start laat komen. Als je daar Tossato bij zet en nog een paar anderen, ja, dan heb je toch direct een paar mannetjes die en Chavanel die dan misschien terug laat ons open voor hem op niveau is. Ik denk de enige vraagteken dat daar Patrick toch wel mee zit, dat is de Volder. Inderdaad. En de Volder, het beste wat hij kan doen, is die vraag zelf oplossen, beantwoorden. De Volder. Ja, ja. Dat deed hij hier vorig jaar met Verven. Hè? Het was de Volder die vorig jaar de koers opende. Lekker band voor Sébastien Delfos, van wie we nu niet meteen zouden verwachten dat hij hier de wedstrijd gaat maken. Laat staan, een klein beetje bepalen. Rosseler is goed bezig. En die Klostergaard, chapeau hè, José? Ja, die draait goed mee. Kleine Van Tommen ook. Goed erbij, goed draaien. Dus zie je maar dat je met geduld ook aan de weg kunt bouwen. Hè? Ja, het was zoals Karel net al zei, een absoluut talent bij de jongeren. Vooral dan bij de junioren en de nieuwelingen. Beloften veel minder dan hij was bij de junioren. En dan uiteindelijk dan toch nu met zijn jaartje leergeld te betalen bij Katjusja. Dus toch blijkbaar zichzelf een klein beetje teruggevonden. Alhoewel we natuurlijk van één zwaluw de lende nog niet moeten maken. Hè? Dus hij zit nu mee in die koproep, dat is goed. Maar het moet nog meer worden natuurlijk. De gelosten kijken achterom. Waar blijven ze? De sterke beheren, daar komen ze eraan. Het verschil is 1.14. Het is al een beetje magerder geweest. Ja, het is inderdaad wat magerder geweest. Maar dat heeft vooral te maken met de snelheid die vier vooraan daar ontwikkelen. En dat lijkt me niet Nuis. Ja. Daarop rechts dan. Hè. Als Nick Nuis valt, is altijd de eerste reactie van oei, hoe is het met mijn rug? Want dat is een zwak punt. Ja, maar veerrenners hebben daar inderdaad problemen mee. Die lucht die telkens onder zware belasting staat. En wanneer daar dan een val bij komt op links of op rechts, dan gaat men toch een klein beetje een andere positie aannemen op de fiets. En dat is falikant voor heel veel renners. Hè. Omdat koersen of op een fiets zitten, op een koersfiets, niks met comfort te maken heeft. Nee, helemaal niet. Dollander, je zag hem daar net gegrepen worden door de muil, openstaande muil van het peloton. Hij is er al af, Dollander. Achtergelaten. In het Vlaamse veld. De sprint naar de volgende helling. Opgelet. We gaan naar de Taaienbergen, José de Kouwer. Ja, tuurlijk. Bonumsberg, hè. Hij wil daar vooraan zitten. En hij zit daar vooraan. Ja. Hij geeft een sein. Hij geeft een sein, inderdaad. Maar het probleem is weer, stel nu voor, weer eerst de boven komen op de Taaienberg. En waar dan naartoe rijden, hè.
En waar dan naartoe rijden? Het is nog 60 kilometer. Allemaal wringen om in dat wiel te zitten. Hè. Daar zit Bonnet, daar zit Fletcher. Wat verderop zien we Van Avermaat. Oh, 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 het is daar oh zo druk. Karel, heb je geroepen? Ja, dat is traditioneel oorlog. Hè. Het zijn hele smalle baantjes in de aanloop naar die Taaienberg. We gaan hier een beetje kronkelen, een beetje draaien en keren. We hebben dan die passage onder dat bruggetje. En alles ligt hier heel stoffig. Kleine bochtjes, gevaarlijke bochtjes. Dus het is gevaarlijk. En je zit maar beter vooraan in de aanloop naar die Taaienberg. Rosseler heeft dat ook goed begrepen. Die heeft zich vooraan op kop gezet. Nu heeft Cialinghi overgenomen. Maar ze vliegen echt richting voet Taaienberg. Toen we zelf nog de motor deden, vroegen we aan Jos de Wit om een beetje langer blijven te staan in de Ronde van Vlaanderen om alle uiteengetrokken groepjes mee te pakken. En dat was richting Taaienberg. En toen zei Jos, nagode wat fij aan me. En gelijk had bij het inhalen van al die achtergebleven groepjes. Ja, Taaienberg oké, is en blijft telkens een sleutel, maar Ik zal mijn cartouche of mijn ai. Daar gaan ze weer tegen de grond. En ligt Nuijers daar nu weer bij. In elk geval twee man van Rabobank. Een schuiver daar inderdaad. Wellicht op een stofferig stuk. En ik denk dat het van dat is. Dat hij voor de derde keer ten gronde gaat. Jawel. Ja, als alles misgaat. Hè? Jawel. Als alles misgaat. Jawel. En dan word je moedeloos. Ketting eraf vooraan. Ketting dan word je moedeloos. Dan denk je van dit is niet meer normaal. En dan weet je dat je het in de battle op de Taaienberg kunt schudden. En dan ben je kopman. En dan is er toch nog iemand die op je wacht. Daar, baf. En het is een zware smak. Het zijn twee Rabo's die vallen, hè? Ja. De eerste op rechts dan. Ik en denk dan, Tankink. Ja, en misschien Nuis die aan de remmen komt. Of op het moment dat een beetje afremt. Ja, terwijl de anderen daar toch doorgaan. Bonen die dat gezien heeft. Karsten Kroon die doorzet. Vooral gehoord heeft natuurlijk. Karsten Kroon die doorzet. En dat is koers, hè? Ja, er wordt natuurlijk niet omgekeken naar een gevallen concurrent. Nee, dat is... Dat befaamde bruggetje. Dat is nu eenmaal zo, hè? 59 kilometer nog. Taaienberg, het is zo gere god een klimmetje van 500 meter, maar hij ligt zo strategisch in de E3-prijs dat het daar altijd oorlog is. Ja, en er zijn van die renners bij, bijvoorbeeld Tom Bonen, die daar gewoon graag de benen is... Of de vleugels is uitgooid, of de Cialinghi. Benen is schud. Die voelt zich daar goed, hè? Cialinghi, Van Tomme en Rosseler en dan Klostergaard, Karel. Ja, en nu op de kasseitjes. Op dit moment rijden ze de kasseitjes van de Taaienberg op. Tussen een dichtbevolkte Taaienberg. Dichte drommen mensen hier op deze Taaienberg. Elk hun plaats in het gootje. Van Tomme die in tweede positie is opgedraaid. Rosseler in derde en dan Klostergaard. Ze hebben er alle belang bij, deze vier, om bij elkaar te blijven. Het is nog ver. Ze hebben elkaar nog nodig. Als ze lang willen overleven, dan hoeft het hier niet het moment te zijn om eens met de spierballen te gaan rollen. Blijf gerust bij elkaar, mannen. Cialinghi als een krachtpatser, altijd met die ellebogen een klein beetje uiteen. Dat is zijn stijl. Opgelet voor mensen die wat te fel voorover buigen. En Van Tomme die fantastisch meeglijdt. Ja, naar boven op het stuur, dan moet hij ook natuurlijk met Cialinghi er net even een paar tandjes terugschakelen. De goot ligt er droog bij natuurlijk, wat enorm belangrijk is. Zelfs de stenen liggen er perfect bij. Dus wanneer je van het een naar het ander moet, is er eigenlijk geen enkel probleem qua gevaar. Dus de Taaienberg ligt maar er nu zijn perfect we, daar bij. Gaat Bonen, daar gaat Bonen. Ho, 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 met Van Avermaat, daar gaat Bonen. Hij begint er eigenlijk nog aan, nog voor de klim echt begint. En nu schudden. Beven, trillen, Bonen. Wat een machtige halen. Fletcher zit daar in derde positie. Dan zit daar Bonnet. En Van Avermaat, die wil absoluut niet breken. Die wil die Bonen niet laten gaan. Hij laat ze allemaal achter. Daar een aantal lijken voorbij. Staat wel zeer groot. En opgelet dat hij niet begint te patineren. Het is puur op de kracht. Maar de rest volgt niet. De rest volgt niet. De rest volgt op een meter of 10. Zit Cancellara daar ook nog? Hij piept even, kijkt achterom. Komt nu toch een klein beetje zichzelf tegen, moet dat moeilijk moment overwinnen en rijdt al die mannen voorbij. Roland opgelet, niet in de weg van de kampioen van België. En daar zit hij nu een klein beetje strop. Voilà, Bonen op de taaien. Ja, en daarachter komt Pozzato en die man. Het is telkens weer opnieuw hetzelfde. Hij doet dat, hij vindt dat natuurlijk plezant om daar een keer te meten, maar het brengt eigenlijk niks op. Sorry dat ik het moet zeggen. Tenzij er iemand mee kan, José, en die zegt van oké, ik doe mee met jou. Krier heeft dat gedaan en Pozzato heeft dat al eens gedaan en Balan. Ja, maar ze zijn er, heeft dat nu op dit parcours eigenlijk al een paar keer gedaan. En voorlopig komen er altijd mannen terug. En dan zit je daar en dan komen de kopmannen samen. En dan wachten ze toch weer op knechten die van achteruit moeten komen. Dus het is een beetje hetgeen wat we vanmorgen voorspeld hebben met Van Avermaat trouwens. Van pas op, laat u daar niet aan vangen. Want je gaat op uw adem trappen. En hij trapt er inderdaad op.
Ja, maar ik kan me wel voorstellen, als je het temperament hebt van Avermaat, dat het ook zo moeilijk is om tegen jezelf nee te zeggen. Dat je dan zegt van, hij rijdt er me niet af. Ah, ja, natuurlijk. Ja, dat is prestige. Hè? Dat is juist het mooie van die mannen onderling. Bonen wil laten zien dat hij de beste is en wil indruk maken. Hier nog eens. En vooral zichzelf moraal geven. We kijken naar die herhaling, naar die explosie van Bonen. Begint er nog vroeger aan dan gewoonlijk. En dan zie je Van Avermaat echt alles geven om toch maar aan dat achterwiel te komen. En dan gewoon Antonio Fletcher in derde positie, dan daarachter Bonnet, die alsmaar beter gaat koersen hier op Vlaamse wegen. Het is een werk dat hem meer dan uitstekend ligt. En hier merk je dat hij een tante groot staat. Ja, natuurlijk. Hij heeft de pech van op de kasseien te moeten natuurlijk. Hij loopt daar die achtervolgers in. Dus dat is een probleem natuurlijk. Je zit dan met een versnelling die eigenlijk misschien wel zou gelukt hebben, maar inderdaad dan op de kasseien. Karel? Ja, en boven kwam Bonen dan Hulsmans tegen, de overlever van de vroege vlucht. Dus een ploegmaat die daar vooraan zat. Hulsmans heeft nu nog even tempo gemaakt. En als we nu over die koppen kijken, dan denk ik dat we nog een groep hebben van een man of 35. En daarachter dan een trosje van een stuk of 8. Team Sky is ook goed vertegenwoordigd. Team Sky gaat nu mee de koers in handen nemen. Met een stuk of 2-3 naar voren komen. Daar zijn ze. De jongens in het zwart met die blauwe band. De jongens van Juan Antonio Flecha, maar ook van Edvald Boasson Hagen. Marage nu van iemand van B-Box Week Telecom. Daar is Chanel toch niet meer zeker? Ja, dat is Chanel, de veldrijder die we daar vorige week trouwens nog, of van de week, vierde geworden nog altijd in Kuren of in Waregem. Hij werd nog altijd vierde. Ja, hij was net niet overrold door het peloton. En dan gaat zijn ploegmakkers op de hoogte brengen, ik ben weg, jongens. Sterke beer, hè? Bonnet, die ook al knap voor de dag kwam met een ritwinst in B-Box Bouygues, zou het kunnen dat hij toch teruggefloten wordt? Ik heb de indruk dat hij drinkt. Het is een beetje, men heeft hem gezegd, hé, kameraad, als je dan toch goede benen hebt, probeer nog even te wachten. Team Sky blijft altijd in blokkoersen. Hè? En nu ben ik benieuwd wat Bonen teweeg gebracht heeft. Met andere woorden, welke ploegmaat zit er daar nog van Bonen? Hulsmans, maar die is opgeraapt. Ja, maar er zit er zeker nog eentje bij. Ik denk dat Chavanel er nog bij zit. En waar is de folder? In ieder geval 5 man van Team Sky. Dat is vrij indrukwekkend. Ja. Niet gezien. Niet naar de Nijkenberg, niet naar hier, niet naar daar. Maar wel op het juiste moment. Met Fletcher natuurlijk. Ja. Geen Kurt Asle Arversen te zien. Die hadden we nogthans verwacht. Ivanov slipt er ook tussendoor. En Lars Boom is ook mee. En Boasson Hagen. En Leukemans ook. Dat is leuk. Leukemans en Hogerland. Ik denk niet dat dit Hogerland is. Ik denk dat het Marcato is. Marco Marcato. Ja. Met zijn supportersclub in Wervik. En Barbé is nog mee. En Bozzato een beetje verscholen. En Boom. En altijd datzelfde beeld. De Russische kampioen voor de Italiaanse. Dat is Marco Marcato. Ja. Van Avermaat mee, Paulini mee. Het zijn de goeie die mee zijn. Maar ik denk dat inderdaad Bonen alleen maar... Hulsmans. We zullen straks wellicht een beter beeld krijgen. En een voorzichtelijker. Karel. Nee, er zit er hier nog eentje hoor. Ik moet even zien wie dat is. Ik dacht Barredo of is het Wijnands? Ik kan het niet zo goed zien, maar ik ga het straks proberen te bevestigen. Ook Stijn van den Berg zit in deze groep. Langeveld en Postuma zijn de mannen van Rabobank. Hunt en Rolijn die zitten er ook nog bij van Cervelo. Maar dat zijn dus jongens die van voorkomen. Ook Gardijn heeft op die manier de schifting overleefd. Cancellara uiteraard van de partij. En dan zit hier ook nog Koen Barbé. En hebben we daar Bert de Waalen? Ik dacht het wel. Nee, het is niet Bert de Waalen. Het is een andere jongen van Landbouwkrediet. Het is Bert Scherlings. Scherlings is er ook nog bij. Tempo wordt hier nu onderhouden. De koplopers met daarbij dus Rosler en Van Tomme. Een voorsprong van 46 seconden. En jij, José, je doet... Ja, Chavanel zit erbij. Is daar aan het drinken. Met je vingertje. Voilà. Hier naast Hulsmans. Dus Bonen toch een van zijn wegkapiteins daar langs. Wat drinkt hij? Oh, ik denk dat het een beetje een energiedrank is. Hè. Klein, weinig. Maar wel belangrijk op dit moment. 54 kilometer van het einde nog een beetje. Kijk eens aan, Bonen. Die heeft nog tijd voor een grap. Nog een beetje brandstof op de kachel gooien. Links, dames en heren, de koplopers. En klaarkijkende McEwen, die thuis ongetwijfeld de wedstrijd volgt, heeft gezien, u hebt dat bericht ook gezien, in alle commotie, dat ook Cancellara tegen de vlakte gegaan is. Bij de val van Nuyens.
48 seconden, 54 kilometer. Volgende helling, de Kruisberg. Dat is op minder dan 50 kilometer van de aankomst. De top ligt op 49 kilometer van de aankomst. José, krijgen we een tactisch steekspel of gaan er nog aanvallen komen? Maar ik denk dat vooral de Kruisberg, oké, dat is natuurlijk een rotting. Dat is die kasseien daar boven komen dan. Maar vooral de Patersberg, ik denk dat daar eigenlijk de boel gaat opengetrokken worden. Met de Kwaremond erachteraan? Ja, met onmiddellijk de Kwaremond 5 kilometer daarachteraan. Ik denk dat daar eigenlijk de koers gaat opengegooid worden. Degenen die daar vooraan zitten of vooraan mee kunnen volgen, gaan dan denk ik toch wel de finale ingaan. Tot en met nu zal het nog even rustig blijven, denk ik. Komt dat volk terug, maar diegenen die terugkomen, die hebben nu natuurlijk al eens gevoeld hoe laat het is. Karel. Ja, er is een grote groep teruggekeerd, een hele grote groep. We hebben dus een samensmelting en in die grote groep de Volder en Hoste hier achteraan tegen elkaar aan het praten. En ik zie dan aan de mimiek dat het niet echt goed gaat. Nee, dat is met het kopje nee schudden. Dit is weer niet onze fantastische dag. Ze zitten hier wel samen achteraan met de terugnummer 13, Stijn de Volder en 74, Lijf Hoste. En het is inderdaad Chabanel, de man van Quickstep, die daarbij zit. Lijf Hoste en Stijn de Volder. Twee West-Vlamingen. Twee mannen van dezelfde streek. Twee vrienden. Ooit nog eens samen in dezelfde ploeg? Wie weet. Hier achteraan Spanjaarden. Perez onder meer. Van Euskaltel. Die nu ook weten dat het hier zo lastig is. Ja, en ik heb vanmorgen een heel deel van die caravaans eigenlijk voorbij gereden. Toen ik richting Adelbeek reed, toen zag ik die wagens en de bus met erachter die wagens met materiaal op van Spanjaarden. Van die Spanjaarden. Met blije gezichten zeker? En dat dacht ik. Hoe zitten die mannen nu in die bus? Waar rijden die nu eigenlijk naartoe? Die vragen zich af, die kijken rond. Heb jij al een berg gezien? Nee, ik heb hier nog geen berg gezien. Waar rijden we? Wat zitten wij nu eigenlijk te doen? Ja. Wel, ze weten het nu. Hè? Karel, waar reizen naartoe? Ja, waar reizen naartoe? Naar Harelbeke, dat zijn we 100% zeker. Maar er zijn er nu nog een stuk of 30 komen aansluiten. Zodat we stilaan weer van een groot peloton, een algemeen peloton bijna kunnen spreken. In die derde groep zit Carlos Barredo. Barredo, dat kleine piepkleine mannetje van Quickstep dat nu mee komt aansluiten. Dus een compact peloton na de Taaienberg. Dit is wat anders. Het klopt, want de vorige jaren werd het altijd compleet doorheen geranseld. En toch was die aanvangssnelheid groot genoeg. En toch zijn we ervan overtuigd, als er straks nog een bom gegooid wordt, dat het niet meer zo zal zijn dat ze terugkomen. Nee, dan is het al iets anders. Hè? Absoluut. Daar gaat Johnny Hogerland. Dit is Johnny. Uit Ierzeker. Frele Johnny, die zich voor verrot getraind heeft voorbij winter. Ja, misschien, wie zal het zeggen natuurlijk, of hij overdreven heeft, ik weet het niet, want het is allemaal nog vroeg om het te zeggen. Hij heeft er in ieder geval alles, maar dan ook alles aan gedaan, maanden in Spanje verbleven, om deze wedstrijden, maar vooral de Waalse klassiekers voor te bereiden. En daar zijn ze dan toch wel niet voor uitgenodigd, zeker. Dus dan maar in de Vlaamse koersen, hè. Dus Sergej Ivanov die daar van achteruit wat controleert. Terwijl een jongen van Futon Servetto de sprong wil maken naar Johnny Hogerland. En daar alweer iemand die probeert te crossen en daar niet zo goed in slaagt. Alessandro Fantini van Acquae Sapone. En dan niet meer in zijn pedalen komt. Altijd weer dat optrekken en dan op die oude betonbanen in stijgende lijn. Wow. Ja, die Vlaamse koersen, dat is een en al interval. Hè. Als je dat moet meedoen als buitenlander, waar je dan normaal gezien op grote rechte wegen koerst, recht toe, recht aan, ja, waar je eigenlijk weinig moet schakelen, weinig moet de tempoversnellingen erin brengen. Tegenover hier in die Vlaamse koers, telkens weer opnieuw die tussensprint, de positie kiezen. Brrr. Positioneren, bochttechniek. Het is allemaal zo belangrijk. Hè? Je kan daar makkelijk 15-20% energie mee uitsparen. Parcourskennis, weten wat er gaat komen, weten wat er niet komt. Je kunt je echt zo zitten nerveus maken, mede door het gevroel en het gevrimmel, zonder dat je weet wat er dan komt. Terwijl anderen daar met 2-3 pedalstoten eigenlijk heel makkelijk positie kiezen en 15-20 man overhalen om dan in één keer toch in de juiste positie uit te komen. Dus het is voor buitenlanders en voor mannen die nog niet vaak gekoerst hebben een hele moeilijke situatie. Deze jongen reed hier vorig jaar ook al over dezelfde wegen. Hij werd hier 17e in de E3-prijs en was toen ook zeer onstuimig. Ja, de ganse dag voorop gereden hier trouwens. Ja. Op weg naar de Kruisberg. En dan naar de Kruisberg, voor een goed begrip, rijden we nog over de Kapelberg, de Kwaremond. Eerst nog de Paterberg, dan de Kwaremond, dan de Knoktenberg en dan de Tiegenberg. Zij gaan eraan beginnen, José? Ja, dat is een lastige. Hè? Die ligt er enorm slecht bij. Dat beginnen ze allemaal nog goed. Die, dat is geen enkel probleem.
Maar daarnet, helemaal op het einde, die kasseien liggen daar echt ingegooid. Dus wat echt wel moeilijk is, dan bovenkomen die grote brede weg op, waar je de neiging hebt om een beetje van, oef, een beetje naar comfort te zoeken. Maar dat mag natuurlijk niet, want dan verlies je onmiddellijk je voorsprong. Deze Kruisberg staat op nummer 8, José de Kouwer. Ah ja. In het Vlaamse toppenboek. Straks meer erover, van Karel roept. Ja, paniek bij Acqua e Sapone. Lekker bang voor Luca Paolini. En hij wordt onmiddellijk opgemaakt door drie ploegmaats. Drie ploegmaats van Paolini wachten hem op. Want dit is zijn wedstrijd natuurlijk. Hij start volgende week niet in de Ronde van Vlaanderen. Hij rijdt, hij trapt door de boter. Paolini de voorbije dagen heeft alles op Harelbeke gezet. En moet nu worden teruggebracht door zijn ploegmaats vlak voor de Kruisberg. Het is een beetje een Bettini-type. Hè? Je denkt altijd van die jongens van, oh, die staat toch wel een beetje zwaar. Maar dat is dus niet het geval. Hè? Het zou me verbazen dat die een hoog vetgehalte heeft. Daar gaat Chalinkje. Chalinkje die al de bergjes voor zijn rekening neemt. En Van Tom die nog altijd makkelijk schijnt te volgen. Dan Klostergaard daarbij. Klostergaard een Deen. Even kijken hoe oud hij ondertussen is. Ja, dat is toch al een man van een jaar of 26. Is aan zijn vijfde seizoen bezig. Altijd in de rangen van Bjarne Ries. En wordt daar bestempeld als een goede helper. En hier is het kijken. Wie hebben we nog bij? Daar komt Carlos Barredo. Het is een breed over de weg. Het is een beetje kijken, het is een beetje doen. Kevin de Weert ook nog, dacht ik, daar helemaal voor aan te vinden. Dus het is een beetje afwachten. Ai, hier weer die versmalling. Een paar renners erover. Alles loopt goed af, tenminste als ze dat bord ontwijken. Is nu nadenken, hè. En vooral ook heel goed dat parcours ingeprent hebben. Nu al gaan. Dan kom ik mezelf misschien wel tegen op de pater of op de kwaar, want Maarten Wijnand schuift op. Ja, dat is goed. Dat die mannen daar toch zijn. Ze moeten daar ook zijn natuurlijk, ze zitten daar nog met 60, 70 renners samen. Dit zijn een koersen, dus moeten ze daar uiteraard ook zijn. Rosselaer, winnaar van de vierde etappe in de Ronde van Algarve. Vooral belangrijk, een solo van 25 kilometer. Zag je Bonen daar heel makkelijk binnendoor opschuiven naar de eerste rij. En Pozzato, idem dito. En hier Luca Paolini die gaat proberen aansluiten. Hij heeft nog wel een beetje tijd. Hij zal zeggen, maakt u niet te druk. Je hebt nog even tijd. Maar het is vooral belangrijk om aan de voet van de paters daar eigenlijk op de juiste plaats te zitten. Paolini, de derde van het WK van 2004. Toen Freire voor de derde keer wereldkampioen werd. Maarten Wijnands aan het wiel van een paar mannen van Team Sky. Met Marcus Burkhardt voor BMC daar centraal op het wegdek. En hier Paolini die teruggebracht wordt door Palumbo, Giuseppe Palumbo. Ja, Palumbo, ooit ritwinnaar in de Waalse gewesten, een paar jaar geleden. En nu Paolini in zijn dode eentje de rest oprapen en voorbijrijden en achterlaten. Hier is Keukeleire. Het is toch wel van een ander niveau, hè? Dat merkt Jens Keukeleire nu ook. Ja, dit is inderdaad een internationale koers, José. Ja, met voor internationale renners. Nee, maar het is... Daar is de folder. Dat is goed. Dat is een Bonen die even opzij kijkt. Die zegt, oei. Hij is er. Sven Renders bengelt er hier achteraan nog aan. We zijn boven op de Kruisberg, waar het wapenstilstand was. Hoe zou het met Nick Nuijers zijn, zit ik mij af te vragen. Daar is Stijn de Volder. Boom die blijkbaar goed recupereert in deze koers op minder dan 50 kilometer van het einde. De Weert die misschien een visitekaartje wil afgeven aan zijn manager en aan de ploegleiding. Ik wil meedoen in de Ronde van Vlaanderen. Ja. Er klinkt twijfel in de stem van José Karel. Ja, ik denk dat Stijn de Volder nu in een dienende rol aan het kruipen is. De Weert is op kop, de Volder in derde positie. Dan Fletcher iets verder, Pozzato, Tom Bonen, Burkhardt in het wiel. Ze zitten samen de grote kanonnen. Het is even puffen en blazen, maar ze zien er goed uit. Voilà, we worden op onze wenken bediend. Een vroeger arts van het Mapei-blok zei dat de Paolini toen een vetpercentage had van 7. Wat goed is. Ja, was zeker voor deze tijd van het jaar. En zeker in dit soort wedstrijden denk ik dat absoluut geen enkel probleem is. Misschien voor een grote ronde dat men, vooral voor de klassementsrijders dan, nog iets lichter gaat, nog iets minder vetpercentage. Maar dat wil zeggen in deze periode van het jaar meer als in orde. De Weert is daar nog een bakje energie aan het uitgooien. Kijk eens, alles op het lint. Hè? Ja. Dus de wedstrijd moet hard blijven. Extra tempo maken. Geen verpozing meer richting voet van de Patersberg. En ik denk dat daar eigenlijk de boel gaat echt ontploffen.
Ik heb nog een sms'je gekregen en daar staat op. Hij is gestopt, verdoeme toch. Hè? Ik neem aan dat het over Nick Nyes gaat. Ja, maar dat lijkt me ook maar logisch. Als je 3 keer tegen de grond gaat in één en dezelfde wedstrijd... Dan en heb misschien je al pijn zat erbij. Dat ja, tuurlijk. Ja. Denk ik dat het maar logisch is dat hij vanavond eens naar een osteopaat gaat of naar de kine gaat om zich eens heel goed te laten verzorgen en kijken of alles... Weer een kans weg. Weer een kans weg. Want dat wil ik tussendoor toch eens even zeggen. Je hebt eigenlijk nog een kans of 10. En dan heb ik alle etappes van de 3-daagse de Panacocca netjes opgedeeld. Die zitten er dus in vervat. Dat zijn 4 kansen. Je hebt eigenlijk nog 10 kansen tot het Vlaamse Luik gedaan is op winst, José. Zo snel gaat het, hè? Ja. Opgave van Nyes wordt bevestigd. Ja, tuurlijk. Plus, dat zijn weer van die wedstrijden. Zo heeft hij er in zijn leven... hij kan nog misschien x aantal jaren meedraaien aan de top. Je krijgt dan nog een keer of 5-6 de kans in je leven om Adelbeke te winnen. En dan ga je er op die manier van uit. Dus je bent dan een beetje ziek geweest. 2 keer kuur van antibiotica. En dan ga je nog... Bij een van je eerste wedstrijden ga je dan nog 3 keer tegen de grond. Ja, dan... Even resumeren, dames en heren. Hier zitten 4 renners. Hier rijden 4 renners. U kijkt op de rug van Maxime van Tomme. Daarvoor Maarten Schalinghi. Gaat nu naar de kop Klostergaard. Een Deen. En Rosseler is de 4e man. Dat zijn overblijvers van een vlucht van 24. Die onder impuls van verschillende jongens. Vooral ook van de Vlamingen daarvoor in. Ook een sterke Rosseler uiteengeranseld zijn. En uiteindelijk zijn er nog 4 overgebleven. Het peloton hangt al een hele poos op een minuut. We hebben vooral onthouden een machtsontplooiing van Bonen op de Taienberg. Maar niemand kon mee. En Bonen kwam zich ook daar een klein beetje tegen. Omdat hij verstropt raakte in achterblijvers van die oorspronkelijke groep van 24. U kijkt nu naar Paolini. Die doet zijn best samen met Palumbo om toch nog terug te komen aan te sluiten. En dat duurt al zo lang, omdat in het peloton dat tempo strak gehouden wordt. En dat zegt toch veel over het tempo ook vooraan. Ja, er zijn ook 4 goede renners samen die goed ronddraaien. Die geen enkele reden hebben om niet vooraan te blijven. Dus Rosseler die een beetje voor zichzelf koerst. Of Schalinghi die eigenlijk wel weet dat ondertussen Nuis daar van tussen is. En denkt, ja, waarom zou ik moeten wachten op Boom en eventueel Langeveld. Dus die blijft daar ook goed vooraan zitten. En Maxi van Tomme die zijn eigen wedstrijd aan het bewijzen is. En die alleen maar goed vooraan kan blijven. En straks misschien nog een klein beetje steun betekenen voor iemand binnen die ploeg. Ik had het daar net over plaats 8 voor de vorige klim in Ronsen. De Kruisberg in het toppenboek. Het ja. Vlaams toppenboek van Luc Verdoot. En waar staat de Patersberg? Ja, nu vraag je veel, dan moet ik daar weer in te bladen. Dus het is een beetje lastig. Ik weet dat de Kwaremond op 6 staat hè, en de Kemmel op 1. En waarop baseert de hele Verdoot zich? Op de lengte, het hoogteverschil, de gemiddelde stijging, de maximale stijging, de toppenindex, het wegdek, het koershistorisch belang en de ventoux-factor. Wil je daarmee zeggen, wat is die klim daar waard in dat landschap? Wat is zijn imponerende factor in dat landschap? Imponerend probeert hier de Volder in die. Dat is duidelijk, Karel. Ja, en als ik die parameters hoor, dan moet dat toch wel de Kemmel van aan de achterkant zijn. Hè, waar die gevaarlijke afdaling ligt vanuit het Frans Kerkhof naar boven. Dat is de steilste kant van die Kemmel. Dat zal dan wel de helling zijn die op 1 staat. Ik wil gewoon even melden dat de mannen van Quickstep nu toch de koers in handen aan het nemen zijn. Voor zover ze dat nog kunnen. Ze willen Bonen in een goede positie naar de voet van de Pater brengen. En dan gaan we zien wie elkaar het vuur aan de schenen kan leggen. Of wie Bonen waard is op die helling, op die Paterberg. Dat gaan we zo dadelijk merken. We gaan nu die Kapelberg nemen en straks de Pater en dan de Kwaremond. Dit is het trio hellingen dat gaat beslissen allicht over deze E3-prijs. Meer dan waarschijnlijk. Ik heb Cancellara menen te zien. Cancellara is terug. Cancellara volgens een paar scherpe kijkersogen ook betrokken bij die val. En nu dacht ik daar net toch wel degelijk in beeld gezien. Daar rijdt hij. Ja, op rechts. Inderdaad. Ik dacht net te zeggen, Bonen zijn kansen stijgen enorm door het feit dat Cancellara er niet meer bij is. Maar in dit geval nog altijd natuurlijk. Want Cancellara is misschien de man, samen met Posato en eventueel Fletcher, die hem het dichtst benaderen. En die misschien wel met hem zouden doorrijden. Waarom niet? Zoals hij vanochtend zei, ik vaar hem niet. Cancellara, hè? Een beetje een rustpunt, dames en heren. Het is gewoon nu naar de volgende afspraak toe crossen. We kijken achteraan in het peloton en we komen bij Gerben Leuwik. Ja, Leuwik die binnen die ploeg haalt is toch om meer te doen dan dit eigenlijk. Hè. Dat is een man waarvan men dacht, die gaat het
absoluut goed doen. Die kunnen we gebruiken in die, op die belangrijke momenten. Op tactisch koersen. Koen Barbé. Dit een pijnlijk beeld natuurlijk. Koen Barbé. Heel goed in dwars door Vlaanderen. Daarnet ook zeer gedreven. Mee met die vlucht. En nu voelen van, ai. Twee inspanningen zo dicht op één. En een van de vroegere winnaars hier voor hem. Op rechts daar een klein beetje het rechts. Arvissen. Die ook veel gaf in de koers in de week in dwars door Vlaanderen. Begrijp je me? Ja, ja. Inderdaad, twee dagen rust daartussen, donderdag en vrijdag. Nog maar eens een bewijs dat renners toch wel eigenlijk 3 dagen recuperatie nodig hebben. Zeg me nu eens, José, wat voelt zo'n jongen, zoals Barbé? Nou, dat sterven, hè. Sterven op de fiets en toch blijven trappen. Je wilt er eigenlijk bij blijven, je voelt dat het niet kan. Je weet wat er allemaal nog gaat komen. En dat is een gevecht in je hoofd en een gevecht met je benen. Je wilt eigenlijk niet lossen, die camera zit er dan nog. Dat is dan op zich al een vervelend ding. Dat is soms heel mooi in de camera, maar dat is langs de andere kant ook wel verschrikkelijk vervelend. Dames en heren, u kijkt naar de producten van een vervelend ding. En toch zijn die o zo mooi om naar te kijken. Dat is inderdaad waar. De folder. Is dat nu al in zijn kopje zeggen van, kijk, ik ga me opofferen. Want ik weet dat het niet zal lukken. En ook volgende zondag niet. Dat weet ik nog niet. Ik denk dat de folder nog altijd een klein beetje met denkt van zichzelf. Misschien moet er nog een beetje bijkomen. Of bijkomende conditie dan moet er nog een klein beetje scherper komen. En is hem daar vandaag aan bezig. Volde die trouwens ook zei van ja, maar ik was iets minder omdat ik een hele zware trainingsweek achter de rug had. Van daaruit, misschien dat nu die 2 dagen recup hem dat klopt, daar goed moeten we gedaan hebben. Houden. De mannen van Saxo komen even mee in de putsch met de mannen van Quickstep. Het gaat nu weer met een ruk sneller. Zie je Bonen naar voren sprinten om dan toch weer een gunstig wiel te zitten. Opletten, we gaan naar de Kapelbergen. Dat is op 45 kilometer, hè? Ja, Kapelberg, 750 meter lang, gemiddelde van 7% ongeveer, met een maximum van 13. En dan onmiddellijk naar de Pater. En dat is natuurlijk wat anders. Het is vooral van voorzitter nu al op die Kapelberg, om dan zeker... De Kapelberg zeker... hebben we gehad, José. Ja, alleen dan, ja. Die hebben we gehad, we gaan naar de Pater. Vandaar de nervositeit nog vergroot. Bonen naar positie 3. Cancellara nu dicht bij hem in de buurt. Dus andermaal toch wel een bewijs dat die Cancellara steengoed is. Wie daar nog aan twijfelde. Dit is de duik. Ja, strak rechtsop. Bonen zit daar natuurlijk perfect, perfect, perfect. Over parcourskennis gesproken. Dit is de duik. Ook gaan van op 43 kilometer of pakweg 41 kilometer straks. Is nog altijd imponerend, hè? Ja, maar dan, daar gaan dan toch de absolute betere bij inkomen. En die hebben dan geen enkele rem meer om te moeten stoppen of te zeggen ik ga wachten op ploegmakers. Want wetende dat de meeste ploegmakers die daar al een beetje gereden hebben in, vandaag, dat die daar dan toch een absolute doodsteek krijgen op die Patersberg. En meestal boven over en out is. We gaan naar Karel. Ja, de duik is er één aan 80 per uur en we zijn zo goed als aan de voet van de Pater. Ze gaan Bonen daar toch wel als eerste afzetten, die van Quickstep. Dat is het minste wat ze voor hem kunnen doen. We gaan eraan beginnen. Hier komt de Pater. Chalinghi rammelt de rest uit het wiel. Alleen die taaie Deen, Klostergaard is zijn naam, die blijft eraan plakken. Van Tomme heeft nu toch wel wat lastig. Rosseler heeft dat begrepen. Hij moet uit dat gootje, hij moet er voorbij, weer naar dat gootje. Om dan proberen in een sprint naar voren te gaan. Hier gaat Bonen. Wijnands daar een klein beetje dat gat laten vallen. Maar jij zit erbij, hè, Karel? Ja, ja, dat is een enorme sprint van Tom Bonen. Fletcha moet nu komen in de goot. Cancellara zit iets verder. Maar Fletcha die raakt bijna niet voorbij Wijnands. Dat gebeurt nu toch. En Cancellara schuift daar ook voorbij. Bonen heeft een gat van 30, 40 meter. En daarachter is het aan het breken. Burkhardt probeert nog wel. Ook Langeveld probeert. Maar hier gaan ze er toch eens serieus mee rammelen, hoor. Wat is ie goed. Maar het is ook goed dat er een paar mee kunnen om straks boven op die Taaienberg naar dat verschrikkelijk steile stuk ook nog mee rond te draaien. Want wat zich voordoet op de Taaienberg mag nu niet herhaald worden. Het mag nu niet meer stilvallen als je tenminste wil dat de groten vooraan blijven. En de groten, dat zijn Bonen, Fletcha en dan Cancellara zeker. Luister naar die aanmoedigingen. Dit is Vlaanderen. Zo gaat Vlaanderen om met deze schitterende sport. Bonen, Fletcha, Cancellara en dan een gat. Ja, een heel groot gat zelfs. En daar heeft formidabel Maarten Wijnands voor gezorgd, die daar links in de goot bleef rijden, waardoor de rest allemaal met heel veel problemen op rechts over die kassei moest komen en eigenlijk allemaal voelde van oei nee, ik ga dat niet proberen, want dat is te veel, dat is te veel, dat is te veel. En nu moeten we natuurlijk met andere termen gaan spreken, hè, Karel?
Ja, het is nu interessant natuurlijk. Als Bonen, Fletcher en Cancellara aan elkaar vinden. Ze gaan hier zo meteen bij die vier komen. Bij Van Tomme en Co. die daar nog altijd voorrijden. Als je dan met zeven bent, dan zijn er perspectieven. Dan kan je door. Dan kan je naar Harelbeke. Ja. Op 10 seconden zijn ze ondertussen gekomen. Vraag is, wie van die vier vooraan gaat er straks op de Quaremont nog blijven aanhangen? Als deze mannen blijven doorzetten. Ik ben benieuwd wat Fletcher gaat doen. Ja, dat is een beetje de vraag natuurlijk. Alhoewel Fletcher heeft natuurlijk de omroep het nieuwsblad gewonnen. Het zou wel eens kunnen zijn dat Fletcher gewoon meedraait. Daar komt de rest al. Ik denk dat Ivanov eraan komt. Ivanov misschien niet echt de meest stuurvaste zoals in de Kouwer. Maar op die lange rechte stuk die wat beter lopen, maakt hij vaak terrein goed. Ja, het is Bonen zelf nu natuurlijk. Cancellar en Fletcher die toch wel gevoeld hebben. Bonen is echt wel heel sterk. Omdat hij naar de finish terrein is eigenlijk al een bijna verlies op voorhand. Dus ik ben benieuwd in hoeverre Fletcher dit toch een beetje past blijkbaar. Karel, waar zit je? Wat zie je? Ik zit net achter het groepje Bonen. We hebben ze laten passeren. En dat is echt een sneltrein die voorbij dendert. Dat is imposant, indrukwekkend hoe die drie mannen in vliegende vaart naar voren aan het rijden zijn. We gaan naar een nieuwe kopgroep, naar een kopgroep van zeven. Want kijk, daar zijn ze. Ze kunnen al bijna op de rug van Cialinghi spuwen. Ze gaan dat natuurlijk niet doen. Ze gaan gewoon aansluiten. En die anderen gaan dan hun tenen moeten uitkuisen om daarbij te blijven. We gaan naar een groep van zeven leiders. Nieuwe situatie. En daarachter een gat van 150 meter. Ze zijn er bijna bij. Fletcher schuift nu mee in, ook een beetje uitgelokt door Cancellara die achter hem gaat postvatten, maar gaat hij wel overnemen. Cancellara nerveus, wil zich rekenschap geven van het verschil. Bonen nu aansluiten, dit zijn de zeven leiders, dames en heren. Rosseler aan de kop, dan Cialinghi, Klostergaard. Die heeft daar natuurlijk ook nu een kopman bij zich. Die gaat dus geven, die heeft nog over. Cancellara, ploegmaat van Klostergaard. Ja, absoluut, absoluut. En dat zie je ook onmiddellijk. Hè. Die gaat tempo maken op een belangrijke plaats. Nu nog een paar kilometer richting voet van de oude Quaremont. En dan is deze man van goudwaarde natuurlijk, om de mannen die erachterop komen echt volledig tot het einde te duwen. Dus heel belangrijk nu toevallig deze man die vooraan zit, Klostergaard, die voor Cancellara meer dan zijn werk kan doen. Karel, ik mis Pippo Pozzato. Ik zie Pippo, ik zit vlakbij Pippo en dat is een groepje van zevental renners dat aan het komen is met Langeveld, maar ook met Leukemans daarbij. Pozzato in dat groepje verzeild en zij gaan nu ook opdraaien dat kleine straatje dat naar de oude Quaremont loopt, de Broek de straat. Ze zijn er nu ook aan begonnen. Drie oranje hemden met Lars, Antonius, Johannes, Boom. En nog eentje vooraan met Cialinghi. Maar die heeft verdomd al veel gegeven. Ja, die heeft al veel gegeven inderdaad. Maar eenmaal over de Quaremont is het zwaarste voorbij. Pozzato zit daar inderdaad. Ja. Ik heb de indruk dat het vet hier een klein beetje van de soep is. Ja, Boom die er net al ontspreken was. Ik weet niet wat hij aan het vertellen is. Maar in ieder geval, het was niet echt met veel vreugde blijkbaar. Nee. En nu benieuwd wat er straks op die heel oude Quaremont gaat gebeuren. Altijd al een sleutelstuk in om het even welke Vlaamse koers, hè, die door de Vlaamse Ardennen boddert. De oude Quaremont, inderdaad. En deze keer wel volledig tot boven. Hè? 22 seconden. Ja, in de dwars door Vlaanderen gingen we linksaf aan het Quaremontplein. Waar café in de zon met een waardin van 85 die het nog altijd kloek doet. Karel. Ja, we hebben Cancellara al een paar keer met de linkerpols zien schudden. Ik hoop voor hem dat de averij die ze straks gaan opmeten niet te groot is. En we gaan Klostergaard al onmiddellijk overboord gooien hier op de oude Quaremont. Het is Cancellara die zich op kop heeft gezet. Bonen in het wiel, dan Fletcher, dan Rosseler, Cialinghi en Van Tomme. Met zes dus nog. Goed. Dus in de achtervolging hebben we Pozzato. We hebben een drieluik voor Rabobank met Boom, Langeveld en Paul Martens. Oeh. Dan hebben we Boerkart voor BMC. Marcato en Leukemans voor Vacan Soleil. En zie je dat? Het duurt niet lang. Hè? Ze moeten eraf, de vroege vluchters. Ja, er is nog eentje die probeert Rosseler tegen te spartelen. Rosseler, de man met eigenlijk het meeste pk's misschien toch wel. Ja. Hij zal zich nu al spijt hebben van hetgeen hij allemaal gegeven heeft in die lange ontsnapping. En ja, daar zie je dat weer. Hè? Ja. Weet ze, een klein beetje meer verstand en een klein beetje meer sparen onderweg. En niet denken dat hij die ontsnapping zelf moet dragen. Was hij misschien hier wel bijgebleven. Conclusie, het hoofd. En de benen. Ja.
En andere conclusie, deze man nu al op een halve minuut. Pozzato die daar het tempo wat gaat verhogen. De achtergebleven Klostergaard gaat oprapen. Leuk. En hij nu op zijn beurt ook naar het Quaremontplein. Een leuk als hij meegaat. Leuk om als te volgen samen met Lars Boom. Terwijl Langeveld er een beetje doorzakt. Het is nog altijd Cancellara die het tempo bepaalt op het steilere stuk. Ja, Cancellara dan toch goed. Normaal gezien zou je zeggen dat Bonen hier de leiding gaat nemen, maar Cancellara gewoon... Het is goed, ik laat maar over aan mij. En zou Fletcher nu al blij zijn dat hij überhaupt mee is? Zo lijkt het er nu in ieder geval een klein beetje op. We moeten stellen dat zowel Bonen als Cancellara blijk geven van de beste te zijn voorlopig hier vooraan. Maar voorlopig hangt nog altijd Fletcher er toch maar aan. Pozzato blijft ze oprapen. Pozzato is nu op weg naar Chalinki, Karel. Ja, maar dat is nog een eindje van de drie. En over Fletcher gesproken, we hebben ons daar nu net achter geposteerd. En die draait toch een tandje, of zelfs twee tandjes kleiner dan die andere twee. Die draait nog altijd heel soepel hoor. Niet verkijken op die stijl van Fletcher. Ik denk dat hij nog een rol gaat spelen en een goede rol gaat spelen. Ja. Want dat was ook al het geval in de omloop het Niesblad. Dat die soepelder draaide dan Gilbert. Gilbert die er overigens niet van start gegaan is, dames en heren. Die gaat morgen voor de oppergaai in Gent-Wevelgem. Een pro-tourkoers. Ik bedoelde daarnet niet Fletcher daarom minder, maar vooral het zijn Bonen en vooral Cancellara die nadrukkelijk zichzelf vooraan posteren en de wedstrijd dragen voorlopig. Fletcher daar ander gebruik van maken, vooral omdat die twee zichzelf echt wel willen tonen en willen laten zien. Wat is dit weer een schitterend verloop. En inderdaad, Cancellara die doet wat hij beloofd heeft. Ik ga ervoor, ik geef me. Ook al is dat met Bonen en ook al is dat met de niet eens zo trage Fletcher. Daarvan Tomme die gaat opgeraapt worden door de stoomtrein uit Italië. Ja, het is Chalinghi. Pozzato die toch Leukemans en Lars Boom klink uit het wiel heeft gereden. Zou hij daar in een verkeerde positie gezeten hebben aan de voet van het pater? Als je dit nu ziet, dan moet je wel zeggen dat het eigenlijk toch wel misschien wel goed genoeg moet zijn om mee te zijn. Maar Pozzato mogen dat eigenlijk niet aanrekenen. Hij is hier al meer dan genoeg geweest. Hij kent de wedstrijd. Dus excuses zijn in dit geval niet te aanvaarden. En vooraan gaan ze natuurlijk geven om te beletten dat hij terugkomt. Hè? Of om toch tenminste doen af te matten, Karel. Ja, respect ook voor Sebastian Rosseler. Dat is een karakterkerel toch wel. Die blijft hier hangen op een meter of 70 moet dat zijn van de drie. En we zijn er bijna vanaf van de oude Quaremont. Die vervelende uitloper, daar komt stilaan een einde aan. Misschien dat Rosseler nog eens kan komen aansluiten. Maar dan gaat hij toch wel heel groot moeten schakelen als hij van de kasseien komt. Sierlijk als een hinde deze Pozzato. Zoveel allures. Allures van de kopman. Allures van een vedette. Maar wordt hij ook een held? Heeft het hier al eens gedaan, hè? Dat is waar, vorig jaar. Voilà, daarom restart hij met nummer 1, rug nummer 1. Maar gaat misschien straks misschien nog wel iets hebben aan Rosseler als ze daar richting Jamdalen gaan. Zijn we 9 kilometer naar de top van de volgende beklimming. Weet je hoe dat zit in Italië? Om een held te worden moet je ofwel de Giro winnen, Olympisch kampioen worden of wereldkampioen. Maar dat zal dan voorlopig nog even wachten zijn. Ik zie 19 seconden. Dan doet hij toch zijn uiterste best, Karel. Ja, en Rosseler die keert terug hoor. Die heeft hem hier op het grote mes getrokken. Heeft hem op de 11 gelegd ook achteraan en gaat komen aansluiten. En Pozzato is ook op komst. Ik denk dat we op weg zijn naar een kopgroep van 5. Nu gaan ze echt moeten doortrekken, willen ze Pozzato dooddoen. Pozzato is op komst lijkt me. En is Fletcher daar de stoorzender nog altijd? Fletcher werkt op dit moment niet mee voor zover we kunnen zien, maar het is ondertussen 200 meter voor ons uit. Bonen, Fletcher, Cancellara, ze rijden nu quasi naast elkaar. Rosseler hangt al op een meter of 40 en Pozzato dan vlak daarachter. We zien inderdaad Fletcher nog altijd van wiel naar wiel wippen. Ja, het is niet echt vol meedraaiend. Weet misschien of voelt misschien hoe goed die twee zijn. Weet ook natuurlijk de sprintsnelheid van die twee en denkt van ja, hoe moet ik dat nu in godsnaam aan boord leggen? Rosseler die ondertussen gezien heeft en weet krijgt van Pozzato die achterop komt. Maar wat die Pozzato daar uit de benen schudt, dat is een gaaf stukje koersen. Hè? Ja. Maar die mannen vooraan, het was ook een beetje wachten. Hè. Het was niet zo dat ze hier boven gekomen zijn op die oude Quaremont en vol zijn doorgetrokken. Het is een beetje kijken naar elkaar, de schade natuurlijk ook wel een klein beetje opmeten. Rosseler, hij voelt hem komen. En nu beginnen ze pas aan de echte afdaling. Hè. En dan gaat die Pozzato eens even aan dat wiel zitten. Dat is ook wel nodig. Die longen weer wat voller proberen te krijgen.
Rosselaire heeft het armpje naar buiten, maar dat gaat natuurlijk niet zo simpel zijn. Rosselaire die al een ganse dag voorop rijdt. En Posato die al een inspanning geleverd heeft van een paar kilometer, die toch wel dubbel telt op dit moment. En Karel. Ja, en het is Cancellara die nu enorm tempo maakt vooraan. Er een enorme klop op geeft met zijn grote hamer. Fletcher moet zich dubbel plooien om in dat wiel te kruipen. Bonen ook met de tong bijna tussen zijn spaken van zijn voorwiel. En Cancellara wil op die manier verhinderen dat Pozzato terugkomt. Kijk hem eens rijden, die handjes op dat stuur in een mooie rechte hoek. Cancellara imponeert andermaal. Dit is een fantastisch stukje hard fietsen. Hè? Ja, dat kan ook maar iemand doen op deze wereld. Hè. Dat is deze man die nu aan de leiding rijdt. Er is niemand die hem dat kan nadoen. De beste in dit vak. Ik heb het over het tijdrijdersvak. Het vak tempobeul bij de toppers. Al komt Bonen zeer dicht in de buurt. De voorsprong 11 à 12 seconden. Pozzato met Rosselaire. En wie komt er dan nog? Wat kunnen de mannen van Rabobank nog? Hier. Zelfs als hij op jacht is, nog altijd sierlijk. En Rosselaire, pomp af. Ja, pomp af. Ja, inderdaad. De ganse dag voorop gereden. En ook nog eens die ontsnapping gedraagd daar vooraan. En Pozzato, ja, die weet wel natuurlijk dat hij met deze man, die eigenlijk toch al het grote deel van zijn, door zijn krachten heen zit, die nu blaast en schuddebolt van nee, het gaat niet. Er zit geen andere weg op dan doorgaan. En daar in de achtergrond het grote niets, José de Kouwer. Ja, we spreken nog over 5 renners. Het zou wel eens kunnen dat Cancellara en Bonen onder elkaar bedisseld hebben. We gaan Pozzato het vas afrijden. Ja, maar dat net al gezien. Hè? In het voorbijrijden van Bonen tegen Cancellara, even al overleg. Boom volgt op 47 seconden. En dan 6 man op 52 seconden. Dit traject, die snelle opeenvolging van heuvels in de Vlaamse Ardennen, dit ligt zelden of nooit. En nu met een rotvaart. Ja, dit is echt 80, 99 per uur. Ik weet niet hoe de wind die staat, maar dat gaat in ieder geval snel. We moeten naar de Knokteberg. Dit is richting Ronsen, hè? Maar dan straks gaan we rechtsaf en dan gaan we naar Trieu. Rechtsaf, inderdaad. Karel. Ja, en ik kan jullie meegeven dat achter Rosselaire en Pozzato de grote leegte gaat. Daar is echt niks meer op komst. Als Pozzato en Rosselaire nog vooraan geraken, dan gaan we het met deze 5 moeten doen. Als ze dat niet meer doen, dan gaan we het doen met Fletcher, Cancellara en Bonen. En daar kunnen we ook wel mee leven. Maar Rosselaire en Pozzato geven in elk geval nog niet op. Elk hun deel van het werk, elk volle bak in de hoop te komen aansluiten nog voor de Côte de Trieu. En daar op de Trieu, daar ligt voor Pozzato de sleutel. Als hij daar de wip kan maken naar de eerste groep, dan komt het nog in orde. Maar het zou wel eens andersom kunnen uitdraaien. Ja, hier hebben we 4 man van Rabobank, denk ik, Michel. Nederland hier, samen. Ja. Pacan Soleil. Ja. En Rabo. Proberen. En nog altijd Maxi mee. Van Tomme. Ja, 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 inderdaad. Ja, is goed. Al is het voor Pacan Soleil wel de Belg Leukemans met hier Marco Marcato. Ja. Het mag natuurlijk wel niet stilvallen. Hè. Deze mannen zitten op 30, 40 seconden. 45 seconden, denk ik, van de drie leiders. Als die vooraan een beetje naar elkaar gaan kijken. De tabaksgemeente juicht. Marcato, supportersclub in Wervik. Ah ja, valasse. Dit zijn de koplopers. Tom Bonen, Fabian Cancellara en Juan Antonio Fletcher. De man in het rood en de man in de driekleur. Veel winnaars. Fletcher is dat zeker niet. Altijd net niet. Maar sinds de omloop het Niesblad moeten we anders redeneren. Ja, maar die man, die andere, hij gaat meer ronddraaien. Die andere twee hebben toch wel een andere staat van verdiensten. Hè? Dat is waar. Maar hij draait nu meer rond. Ja, ja. Dus er is een aanwijzing dat het daar net niet beter kon. Ja, er net niet beter kon of een beetje die mannen een bord leeg eten. Hè? Laat die mannen maar een beetje doen. Ze zijn toch zo gretig. Ja, een gehaaide Spanjaard. Karel. Ja, en daarachter wordt het toch moeilijk hoor. Pozzato heeft nu net een lange beurt achter de rug. Rosselaire komt naar de kop, maar ze hebben niet de indruk dat ze dichter komen. En dat is natuurlijk een beetje dodelijk voor het moreel. Rosselaire die stilaan aan het sterven is, die de inspanningen die hij onderweg geleverd heeft nu stilaan voelt. Pozzato die nu klaar zit voor een nieuwe beurt. Rosselaire moet nog eens relanceren, maar dat gat wordt niet kleiner. Niet kleiner. Dames en heren, een overzicht. Bonen, Cancellara en Fletcher met een voorsprong van 14 seconden op het koppel Pozzato-Rosselaire. En dan op een dikke 50 seconden maakt daar 54 seconden van Lars Boom met Langeveld en Martens en Schalinghi. Dat is Verenigd Rabobank. Van Tomme er ook nog bij. En dan Leukemans en Marcato. Hier Maxim van Tomme. Dat is toch wel de revelatie van de dag. Ja, dat is mooi. Vooraan zitten. Vooral krachtig gespaard vooraan. Overblijven toch nog heel belangrijk. Niet helemaal echt kapot gegaan. Niet op die Patersberg, zeker niet op die Eikenberg of op die Oude Kwarmond. Dus toch wel
nu stilaan 270 of 170 kilometer in de benen. Dus goed, meer dan goed. Karel heeft weer wat gezien. Ja, het is dan een beetje jammer dat Van Tomme die oude Quarmont niet iets vroeger heeft overleefd. Want dan had hij tot steun kunnen zijn van Pippo Pozzato. Is er dus afgemoeten halfweg, die oude Quarmont. Pippo heeft hem opgerapt, kon uiteraard niet wachten. Maar stel je maar eens voor dat dat 10 of 15 seconden verschil waren geweest. Dan had hij hier nu nog een ploegmaat om hem te helpen. En die kon hem van pas zijn gekomen. Dat is inderdaad doodjammer. Maar gezien het werk dat we hem al zagen doen, onder meer op de Eikenberg en op de heuveltjes daarvoor, mag ik wel zeggen dat deze jongen toekomst heeft. Maxim Van Tomme. 31 kilometer nog. We volgen nog de Knokteberg, Waals grondgebied, en dan de Tiegenberg. En tussen die twee moeten we nog door de Varensstraat. Vroeger was dat een breekpunt. Als het nog niet helemaal gescheurd was, dan gebeurde het daar wel. Maar nu is dat straatje heraangelegd en ga je daar vlot over. Ja, en vooral met deze drie mannen natuurlijk. Drie kleppers, mannen die eigenlijk alle drie al weten dat ze op het podium staan. In welke volgorde, dat weten ze misschien zelf nu ook al. Maar in ieder geval die daar tevreden mee zijn. Die denken, oké, laten we mannen terugkomen. Dan staan we niet op dat podium. We zijn bij de betere. Ik denk vandaag bijvoorbeeld voor deze wedstrijd minder gokken dan wanneer het bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen zou zijn. Wanneer het de Ronde van Vlaanderen moest zijn, denk ik dat er toch eentje zou zeggen, ja, dan alles of niets. Maar vandaag toch maar gewoon recht toe, recht aan, richting Adelbeke-koers. Nu ben ik eens benieuwd. Wat is Pozzato na die fantastische achtervolging nog waard op de Côte de Trieux, op de Knokteberg? Kan hij dat in één ruk naar voren glippen? Het moet haast, zou ik zeggen. Karel. Ja, hij heeft al een paar keer gevraagd aan Rosselaer om over te nemen, maar die wil dat nu niet meer natuurlijk. Die kan dat ook nog moeilijk. En die weet, als ik nu overneem, dan proef jij van achter mijn wiel, van achter mijn rug naar die leiders toe. Of doe je toch een poging en dan blijf ik alleen achter. Voor Rosselaer is het nu vooral actie overleven. Ze zijn niet heel ver en ik ben benieuwd hoe lang het vooraan duurt voor ze tempo daar gaan optrekken. Meestal heb je zo'n rustmoment, een rustmoment op die voorste regionen van de Côte de Trieux. En dat zou dan het moment zijn waarop Pozzato zijn sprong moet wagen, maar hij heeft ook al heel veel energie verspild natuurlijk in die achtervolging. Ik ga over naar José de Kouwer, ex-ploegleider, ex-bondscoach. Stel je eens in de plaats van Bart Leijzen en je zit in die volgauto bij Katyusha. Wat zeg je tegen Pozzato? Ja, ik denk dat hij moet proberen inderdaad om die sprong te wagen. Zoals Karel er net al zei, probeert hij Rosselaer aan te moedigen van kom, laat u rijden om zo dicht mogelijk hier aan de voet van de Côte Trieux, van de Knokteberg te komen, om dan misschien die sprong te wagen. Wanneer hij zelf nu moet proberen dat tempo onderhouden, dan is nog maar de vraag of hij dat kan. Komt hij boven en is er dan niet bij, ja, dan heeft hij een probleem. Dan kan hij misschien beter wachten op die mannen die erachter komen, die zeven. En kruip eens in het hoofd van de drie koplopers. Is dat dan van, oh ja, laat hem dan maar komen, dan is hij toch wel helemaal stuk. Of zou je dat niet riskeren? Ja, dat zou ik niet zeggen. Als die drie vooraan gewoon ronddraaien, dan moet Pozzato wel echt imponerend en al heel goed zijn. Moet rekening houden, Pozzato komt al van op de Patersberg. Hè. Het is niet van op de Quarmont, hij zit al van op de Patersberg daartussen. Alleen te prutsen, zal ik maar zeggen, op die asfaltweg. Ondertussen 12 kilometer al. Voilà, dus dat is zeker en vast niet min. Dus het is hier een beetje de vraag wie hier nu de leiding gaat nemen en hoe fanatiek die is. We zitten nu, dames en heren, op de Knokteberg. 1750 meter lang. Gemiddeld stijgingspercentage 5,3. Het hoogste stijgingspercentage 13,3. Maar dat zit aan het eind. Ja, wat dat natuurlijk ook wel de kwestie is. Als Cancellara wilt winnen tegen Boon of Fletcha wilt winnen tegen Boon, dan is het misschien beter dat Pozzato terugkomt. Omdat je dan een beetje meer kunt gokken van meer kansen om te spelen. Ja, een beetje meer spelen. Nu is man tegen man bijna. En is het eigenlijk voor Bonen makkelijk als normaal gezien snelste makkelijker te controleren. Maar bij zijn vierde zege sprint de Bonen tegen Cancellara, dan was het heel nipt. Dat weet die Cancellara ook. Karel. Ja, Rosselaer heeft zich nu wel laten prammen en dat heeft ook een stukje met gezichtsbedrog te maken natuurlijk. We zitten op een hellende strook en dan zie je ze plots heel dichtbij je, maar we hebben getimed, dat is nog altijd 15 seconden. En Rosselaer moet dan ook weer heel snel van de kop af. Maar ze komen nu toch wel een beetje dichter. We gaan nog eens timen en we komen dan terug. 15 seconden staat er nog altijd centraal op het beeld. Cancellara die eens even omkeek en het veld overschouwde. Het beeld bedriegt natuurlijk een klein beetje. Hè. Het gaat daar stijgenderwijs. Maar ik zie dat het toch iets dichter komt nu, Karel. Absoluut. 10 seconden zijn het nog. 10 seconden. Dan doet Pippo Pozzato hier wonderbaarlijke dingen. En Rosselaer, chapeau. Ja,
Deze Knoktenberg 1750 meter lang. Met een maximum stijgingspercentage van 13. Nu, hè, dat komt er subiet aan. Hè? Ja, en een gemiddelde van 5,3. Bonen heeft het nog eens omgekeken. Gaat hij versnellen, Karel? Ja, dat is het stukje waar hij graag versnelt op de Côte de Trieu. Daar doet hij dat meestal. En ik denk dat Bonen nu de doodsteek gaat uitdelen aan Pipo Pozzato. Hij heeft zich op kop gezet en gaat het tempo optrekken. Fletcher moet harken, ook Cancellara moet harken. Pozzato doet het nog altijd met stijl, maar heeft nu weer wat terrein verloren. 13 seconden. Dit is eigen aan de allerbeste Bonen. Dat hebben we hem ook zien doen bijvoorbeeld in de Ronde van Vlaanderen van 2006. Waar hij ging op de Valkenberg met Leif Hoste. En toen kwam Kroon terug tot op pakweg 5 meter. En toen zag Bonen dat en dan ging hij in versnelling hoger trappen, alsof hij in zevende ging, autogewijs gesproken. En dan moest Kroon er hopeloos af. Rosselaer ja, ook. En hier Rosselaer er ook af natuurlijk. Pozzato die probeerde zijn tempo te blijven, maar de vraag is nu wie gaat er overpakken? Nee, wie kan er overpakken na zo'n versnelling van Bonen? Is het Fletcher die een klein beetje gaat blijven zitten? Misschien nog wel die mannen denken van ja, als Bonen inderdaad zo goed is, hebben we helemaal geen kans. Maar het zijn drie goede renners en het is beter met drie goede renners op pad te zijn dan twee mindere. Karel, riep jij? Ja, het is bijten hoor. Het is bijten bij Rosselaer. Die toch bijna boven is. En misschien nog eens naar Pozzato kan toerijden. Want Pozzato in het niemandsland daar. In die afdaling van de Nieuwe Kwaremond helemaal alleen. Dan kan hij toch maar beter Rosselaer bij zich hebben. Die gaat daar nog wel een deel van het werk doen. Maar ik vrees dat het een moeilijke, bijna onmogelijke situatie is voor Rosselaer en ook voor Pozzato. Dat is dit een hele mooie race. Fletcher weer heel even op kop, zoals hij. Ja, zoals je net zei. Heel even, ja. Die gaan zeker nog wel een aanvalspoging wagen straks wanneer we hier helemaal op het einde zijn. Onder het motto, Kort is ook goed. Ja, het zijn drie mooie renners, het zijn drie goeie, ja. Ja, Kort is soms ook goed, ja. 16 seconden voor Pipo Pozzato. Hij is nu alleen, ik zie druppels. We hadden gehoopt dat die regen zou uitblijven tot na het weekend. Cancellara. Heerlijk om mee te koersen, hè? Heerlijk om mee op pad te gaan. Ja, vooral op deze wegen hier, die motoren ervoor. Misschien een klein beetje weg mogen, maar in ieder geval, iedereen moet zijn werk doen. Maar Cancellara, ja, tuurlijk sterk. Hè. Als je daarmee op pad kan gaan, dan ziet dan Pozzato daarachter rijden. En die ziet ook dat die rode motor daar vooraan op kop rijdt. Ja, dan moet dat vooral voor Pozzato dan toch verschrikkelijk frustrerend zijn. Het siert de Italiaan hier dat hij blijft geven, dat hij niet plooit. Ja, en ook die mannen achteraan verliezen toch nog extra tijd. Wat er toch op wijst dat die mannen hier, die drie vooraan, toch wel extra vrij snel gaan. Dan om niet te zeggen heel snel. Het zijn de beste misschien. Dan zag je bovenop de knokte de grimas op het gezicht van Bonen. Ook bij hem doet het pijn. Ja, ja dat, is, dat zijn de goede momenten. Dat zijn de grote momenten van zo'n renner. Hè. Je kunt alleen maar pijn lijden, vooral in deze fase van de wedstrijd, als je echt goed bent, als je conditie hebt. Hier Marco Marcato uit Noord-Italië. Ook een beetje knokken om weer aan dat wiel te komen na de Knoktenberg. Ja, Leukemans rekent erop. We verlopen nog met 5, nog 3 Rabo's en nog 2 mannen van Vacan Soleil. Leukemans die voor de tweede week, wat zeg ik, voor de tweede keer in een halve week tijd, bewijst dat hij er staat. Ja, goed is, ja, maar ook iets te ver zat. En dan natuurlijk Maarten Wijnals die daar heel goed mee opdraaide in het wiel van Bonen. En daar eigenlijk iedereen een klein beetje in de luren legde. Mannen moesten dan vanuit de goot over die kassei komen en parkeerden zich daar bijna allemaal stuk voor stuk. Behalve dan Cancellara en Fletcher waren de enigen die daar nog konden uitkomen en dan ook nog een versnelling plaatsen om dichter bij Bonen te komen. Pozzato heeft het moeilijk. 18 seconden. Hij is daar net komen kietelen tot op 10 seconden. Geen wagens daartussen natuurlijk. Nergens iets tussen. 3-1. En dat is natuurlijk niet gelijk. Hè. Vooral omdat daar vooraan eentje bij zit die eigenlijk voor 2 telt. Moeten we ook wel zeggen van Bonen, die toch wel de even knie is van Cancellara. Pozzato, wat schudde hij daar nog een tweede aanval uit de benen. Diep in de finale van Milan-San Remo, beneden na de afdaling van de Poggio op het vlakke. Zoals hij daar voorbij een andere ontsnapte landgenoot vloog. Dat was Nibali. Het was eigenlijk Nibali belachelijk maken, maar goed. Je moet dan in Milan-San Remo ook het onderspit delven voor een overmacht. Ja, inderdaad. Je vraagt u trouwens af waarom Nibali daar in de aanval ging. Wetende dat Benatti daarachter zat. Ja. En daar inderdaad een nog meer imposante trein zou kunnen opgezet hebben.
Maar als puntje bij paaltje komt, hè, voor eigen volk wil je altijd zelf heel graag een beetje winnen. Ja, tuurlijk. Men denkt altijd, het is niet omdat ze altijd dezelfde trui dragen, dat men altijd aan dezelfde koord trekt. Hè. Dat is een beetje moeilijk soms. We hebben iemand van Quickstep, iemand van Sky en iemand van Team Saxo. En in de achtervolging mannen van Rabo en van Vacans Soleil. We missen Omega Pharma Lotto. Karel. Ja, inderdaad. Wou het net melden. We missen eigenlijk Greg van Avermaat. We missen hun lijfhosten. De mannen hebben het niet kunnen waarmaken. De mannen van Omega Pharma. We zitten nu al een tijdje in het zog, in het spoor van Filippo Pozzato. En het is een lust voor het oog. We vallen in herhaling. Het is een lust voor het oog. Maar esthetiek en efficiëntie gaan niet altijd hand in hand. Het zal strijden zijn voor de ereplaatsen. En het is nog ver naar Harelbeke. Zo helemaal alleen. En Rosseler die blijft op een seconde 8 of 8, 9 van Pozzato hangen. Je vraagt je dan af of het niet beter is om te wachten, want vooraan geraken, dat gaat toch niet meer lukken. G2, 35 seconden. Ja. Hij heeft natuurlijk enorm veel moed moeten geven al en heeft dan die tusseninspanning daar op de Alpe Quarmont, dan nog eens een inspanning daarbij op de Côte Trieux, de Knokteberg. Dat is van het goede te veel tegen die drie mannen daar die dan vooraan zitten, die al blijk geven van de beste te zijn. Ja, dan wordt het moeilijk, hè. We rijden over de Schelde en straks rijden we naar de Leien. Maar als we straks over de Leien rijden en we draaien dan rechtsop, dan is het nog, Heere God, nog 500 meter. Ja, inderdaad. Maar dan is het kalf al vertronken. Zo. 38 seconden. Ja, het mag niet te veel opvallen, hè? Het aangeven van de drinkenbussen. Nee, maar het is over en oud nu. Hè. Drie vooraan. Er is één man die daar bekwaam misschien in is om zoiets tot een goed einde te brengen. Dat is Cancellara zelf. En zitten we nu, vermits Cancellara, wat zeg ik, Pozzato buigt in een soort van windstilte, sprekenderwijs. En dan straks Freccia met een paar akelige prikken en dan zien wie beweegt, wie reageert. Er gaat altijd maar één moeten bewegen, dat is Bonen. Hè? Ja, inderdaad. Er gaat maar één moeten bewegen, dat is Bonen. Hij is in principe de snelste, dus ik kan me voorstellen dat Freccia en Cancellara, ik ga niet zeggen de handen in elkaar gaan slaan, zeker niet, want dat hoeft zelfs niet, want ze hebben dezelfde belangen. Proberen winnen. Karel. En nu gaan de ploegleiders van de drie vooraan, Pozzato, helemaal kraken. Ze gaan hem mentaal kapot maken, want ze gaan er voorbij schuiven. Dus hij zal die volgwagens zien passeren. En dan weet hij het ook wel. Dit verhaal is uit. Dit is strijden voor de vierde plek. En ik zou me niet verbazen mocht Pozzato strak kijken en de handdoek in de ring gooien en zeggen, ja, nu nog 24 kilometer alleen richting Adelbeke. Dat lijkt me misschien toch iets te veel. Dit lijkt niet alleen meer op een training, dit is meer een afmatting. Hij heeft dat niet meer nodig, de conditie is goed. Ze zijn al in de Varenstraat. Ja. José de Kouwer, of heb ik het mis? Nee, hè? Nee, absoluut in de Varend. Het is Bonen die op kop gaat in de Varenstraat. Hij, drievoudig winnaar van Parijs-Roubaix, zoals het eigenlijk een beetje betaamt. En de man die hier achteraan zit, die ook al eens een keertje Parijs-Roubaix won. Wat rijdt hij makkelijk, zeg. Ja, maar Bonen is ook goed, zo. Cancellara is misschien indrukwekkender op het vlakke. Maar ik vind Bonen toch wel... Ik heb dit nog zelden gezien van Tom Bonen. Zo. Zie je die bochtentechniek van Tom Bonen, hoe hij daar weer vlekkeloos door die bocht gaat door zich heel even platter te leggen. Karel. Ja, Rosseler die wordt ingehaald en achtergelaten door die andere vijf. Door die twee mannen van Vacans Soleil, Leukemans en Mercato. En door dat trio van Rabobank met Martens, Langeveld en Boom. Rosseler die werd onmiddellijk voorbijgereden en gaat nu waarschijnlijk op de Varenstraat definitief moeten lossen. Hij probeert nog wel eens, maar misschien moeten ze de raad aan Pozzato geven om te wachten op deze vijf. Ook ze zijn niet zo ver meer. Freccia met een iets wat langere beurt. Zit me af te vragen, zouden die twee grote bonken nu al gevoeld hebben van met de Spanjaard gaat het toch niet al te goed. Of zouden ze toch nog altijd wat in hun achterzakje houden, want je weet maar nooit met hem. Ja, wie weet. Ja. De mannen voelen natuurlijk wel aan hoe hij rijdt, maar het was een langere beurt van Fletcher omdat de rest niet overnam natuurlijk. Van Tomme, Boom, Langeveld, Martens, Schalinghi, Leukemans en Marcato, die zitten op 1 minuut en 5. Hier zien we Marcato die het een beetje lastig heeft. Die danst een beetje weg. Ze zijn hier toch maar met 5 meer. Van Tommen en ik weet niet wie er nog af is. Een van de mannen van de Rabobank is in ieder geval niet meer mee. Dat was er net al te zien boven op de Côte Trieux, op de Knokteberg. Dus die mannen zijn voorlopig. Eentje van de Rabo's is er van tussen. Ja. En dan zou dat logisch gezien Chalingi moeten zijn. Dat klopt.
We gaan het eens van dichterbij bekijken. Langeveld in elk geval nog. Lars Boom, die wel de finale gaat rijden, is de Kouwer. Ja, dat is goed. Dat die een goed merkpunt is. Plaatst. Ja, ja, absoluut. Leukemans, die met zijn ervaring, zijn techniek, zijn kracht en zijn vorm ook makkelijker meegaat in dit gezelschap. En dit is Paul Martens. Paul Martens, die is in Milaan-San Remo, zoals de Kouwer, van peloton 3 naar peloton 1 gereden. Ja, dat is ook degene die Bornes heel dicht benaderde in een sprint. Hè. En zelfs nog heel dicht kwam. Dat klopt. In Tirreno. Dat klopt. Waar Bonen de etappe won. Lars Boom begrijpt dat je door op deze manier keihard te knallen een betere prof wordt. Ja, absoluut. Hè. Hij moet dit doen. Hij heeft dit nodig. Het is ook duidelijk. Wat dat mooie is ook, die mannen vooraan, die drie vooraan, die gebruiken gewoon de stenen. Die zijn zo goed, die blijven gewoon op de kassei rijden. En de man hier achteraan, die kiest dan toch voor het padje. In de hoop dat het daar iets beter bolt met het risico van daar dan lek te rijden natuurlijk. Maar alles meegenomen. Voilà. Cancellara, Bonen. Alsof je hersteld is van die toch wel zware inspanning. Daar ook dat steilste stuk van de Knokteberg naar het eind van de Varend. En dan draaien we straks rechtsop. En dan op een oplopend stukje naar de Tiegen. Bonen die er misschien toch wel in zijn eentje wel voor gezorgd heeft dat Posato niet terugkomt. Zo. Want als Posato daar 5 seconden dichter kan komen, dan heeft hem, kan hij er bijna aan, achteraan. En dan heb je zo het gevoel, dan komt die moraal toch echt nog wel voor een stukje terug. Dan heb je toch nog ergens een klein beetje extra in energie zitten. Maar wanneer je dan voelt dat je daar net, daar waar je het moet doen, verachtert, ja, dan heb je natuurlijk een probleem. Hè. En weet je ook nog de Ronde van Vlaanderen in 2005? De eerste die hij won, toen hij ging boven op de Bosberg. Toen was er ook wel iemand die reageerde, van Petegem, dacht ik. En dat was ook omkijken onder de oksel door en nog een stoot bijgeven, een stroomstoot. Ja, metertje per metertje en daar dan op een formidabele manier weg. Dat kunt u straks allemaal nog eens bekijken op de maandagavond. Er blijven er nog 2 in de Flandriens. Karel. Ja, het is altijd leuk om verhaaltjes te zoeken, hè. Maar als we de klok nu nog eens een jaar terugdraaien. Dit is een afrekening met de Shadow, zoals Bonen Pozzato toen pleegde te noemen. Dus Bonen rekent af met zijn schaduw. 32 seconden. De schaduw blijft het behoorlijk doen. Ja, absoluut, ja. Maar het is niet voldoende tegen deze drie mannen die... Ik kan niet zeggen rustig aan ronddraaien, maar die gewoon hun eigen tempo rijden. Het is sowieso wel het tempo van de drie beste mannen in koers, alhoewel ik daar Posato ook de hoek zou bijzetten. Lombra blijft goed draaien. 31 seconden. Komt een klein beetje terug. Maar kijk, daar komt de rest ook. Tuurlijk. Opgelet, nu krijgen we wel een ander beeld. Hè? Ja, nu krijgen we een ander beeld. Ja. Nu moeten ze, als Posato echt zou durven en willen meerijden, ze kunnen daar tempo in steken. En daar is tempo in te steken natuurlijk, omdat ze met mannen meer zijn. Mogen ze vooraan zeker niet gaan denken, we hebben het podium, nee. We zijn weg. En naar elkaar beginnen kijken, ja, dan wordt het natuurlijk nog even iets anders. Vooral op die lange rechte banen waar ze dan toch gaan zien rijden. Hè. Maar een minuut voortdurend. Is... Ja. Voortdurend. Maar als je dan de laatste jaren is overschouwd van deze koers, dan is het maar raar of zelden gebeurd dat een groep nog terugkwam op de vluchters. Ja, maar ze hebben hier alle belang bij. Vooral wat dat heel belangrijk is natuurlijk, ze hebben hier, het zijn maar 2 ploegen. Ja. Het zijn maar 2 ploegen. En die gaan samen blijven werken. Dat is wat José wilde zeggen, Karel. Ja, ik denk dat jullie de spanning een beetje proberen op te bouwen. Tuurlijk. Die mannen vooraan, die hebben het echt wel onder controle. Die kunnen echt nog wel versnellen als het moet. Als Cancellara zich eens een paar kilometer op kop zet, dan zijn daar zo 10 seconden bij. Als Bonen doet hetzelfde. Dus ik denk als ze samen de trieu overleven, dan gaan ze samen naar Harelbeke. Of dan gaan er misschien nog uitvalspogingen komen diep in de finale. Maar dan weten ze ook wel dat er van achteruit niet echt gevaar meer dreigt. We zijn onderweg naar de berg van de Flippen. Philippe de Smet. Ah ja. Heeft hier een café op de tegen? Ah ja, ik dacht dat je ging zeggen, de berg van Matty Breschel. Dat is ook waar. Breschel, dat is waar José op alludeert, die ging hier op kouze voeten weg. Hier zo, aan het voetje. Na dat imponerende nummer van Cancellara. Woeps, links en weg. Vertrokken. Op zijn kouze voeten weg, maar dan wel heel sterk richting Kuurne. En iemand die er nog in slaagde om dichterbij te komen. Fletcher nu toch meedoen, hè? Vlotter heb ik de indruk. Onder het motto, niet neuten, rijden. Ja, hij heeft natuurlijk niet die stijl van Bonen en Cancellara. Hè. Dus Cancellara echt wel de stijlfiguur op de fiets. Bonen imposant op de fiets. Fletcher iets anders. Maar toch ook wel, vind ik dit jaar toch wel een ander beeld van Fletcher. Het is ooit gebeurd dat hier weggereden werd. André Tschmiel.
die bij zijn overwinning in deze wedstrijd hier ervan onderdoor ging. Eronderuit muisde. Woef, weg. 18 kilometer nog. 43 seconden. Het peloton, of wat daarvan overblijft, op 2 minuten. Zoals dat meestal het geval is in die strook van 67 kilometer. Alles compleet uiteengeslagen. Hoe ver is het nog bovenop de Tiegen? Nog altijd 17 kilometer straks, hè? Ja, maar ja, zoals Karel daarnet al zei, ze zijn met drie goede renners die die koers zeker en vast aankunnen, die kilometers aankunnen, die zelfs de Ronde van Vlaanderen mee gaan bepalen. Deze mannen, en als je daar nog een Dernie bij zitten hebt die nu op kop aan het rijden is, ja, dan versta je het wel, hè. Dernie is niet genoeg. Nee. 1600 cc, we gaan er 100 bij doen in vergelijking met vorige woensdag. Ja, inderdaad, dat is waar, Michel. Hij pakt gewoon, kijk, hij pakt gewoon die volledige Tiegenberg voor zijn rekening. Op een of andere manier hebben ze gezegd, die mannen van de Belgische televisie zeggen dat, dat ze nog kunnen terugkomen achteraan. Dat is, zegt, dat zal niet waar zijn. Goed is training gemaakt, in ieder geval. Ja. 18 kilometer nog, 41 seconden. De beren. De beren zijn los, al een poos. Met andere woorden, Bonen heeft in twee beurten de koers gemaakt. En Cancellara heeft op de vlakkere stukken meer dan zijn best gedaan. Ja, absoluut. En Cancellara die dan nog eens moeten terugkomen is, hè, na een valpartij. Dat is op zich wel een sterk nummer natuurlijk. We mogen dat zomaar niet uit het oog verliezen. We hebben dat echt niet echt gezien. Omdat we misschien ons net iets te veel focusten op Nick Nuis die daar voor de derde keer tegen de grond ging. Ja. Maar toch wel een sterk nummer van Cancellara. Die zijn ploeg trouwens toch wel aan het werk gezet heeft ook. Hè. Die ploeg die hier toch wel heel zwaar en heel goed werk verricht heeft. Richting Eikenberg en andere beklimmingen. Cancellara die vraagt om over te nemen. Bonen die nog even wacht, maar het is een lopend stuk. Dus het kan nog wel even. De winnaar van de omloop, het Niesblad, in derde positie. De openingskoers van Flanders Classics. Morgen de derde wedstrijd daarvan, geen twijfel. Spanning opbouwen nu. Wat doet Fletcher? Dat is de aanvraag. Ja, wat doet Fletcher? Maar kun je nu een beter podium wensen? Nee. Dat is een droompodium voor dit soort koersen. En toch was het leuk geweest, ook voor de supporters ongetwijfeld, om hier nog een kopman van Omega Pharma Lotto bij te hebben. Ja, Philippe Gilbert dan, hè? Ja. Maar die is hier niet aanwezig. Dat wordt in elk geval de absolute kopman voor de Ronde van Vlaanderen. Dat lijkt me nu toch wel een beetje duidelijk, omdat de anderen toch nog wel een beetje te licht wegen in dit werk. Zich vergaloppeert nog maar eens om Bonen te proberen volgen. En dan betaal je daar 5 kilometer verder de rekening van. Hè. Voilà. Heel spijtig is. Nog 16 kilometer. Daar stond een bord, dacht ik, nog 15 kilometer. Het is maar al naar gelang je de borden plaatst. Herinner je nog die editie waarin Pieri hier wegging? En nog bijgehaald werd door Plankaart. En toen we met z'n allen dachten van Plankaart gaat die Pieri inpakken. Ja. Maar die was toen wel heel sterk. Hè? Die reed toen ook een formidabele Ronde van Vlaanderen. Ja, dat was in die periode waarin hij eens een keertje tweede werd in de Ronde van Vlaanderen. En dan denk ik een jaar erop werd hij tweede in Parijs-Roubaix. En toen begon hij vooral met eten. Karel. We zijn bezig aan die slechtlopende strook naar het lijsternest in Gooichem. Het lijsternest van Stijn Streuvels. De wind staat hier in de flanken. Dat heeft dus het gevolg dat de hele tijd zo zal zijn tot bijna in Harelbeke zijwind. En je ziet ook van waar hij komt, waar ze kruipen om uit de wind te zitten, om wat beschutting te vinden. Netjes rechts achter het achterwiel van je voorganger. De wind komt dus van links naar rechts over de weg gewaaid. Hier zit Marco Marcato en die past. Zag je dat? Even met het handje tegen het achterwerk van de voorganger. Het is bij mij al een tijdje op, mijn heren. Ja, klein duwtje geven natuurlijk. En daarnet heel mooi die volgwaan van Rabobank die op links voorbij kwam even. Om die renners toch even uit de wind te zetten natuurlijk. Zie je? Ook bij Boom. Het gaat niet meer. Ook nu de mannen van Vacan Soleil. Beetje, misschien nog iets dichter vooraan gaan rijden. Om een beetje meer windbeschutting te maken van Lassen. Klein beetje tempo optrekken. Dat kan een paar kilometers per uur schelen nu. En ook dit soort stukken, José, na deze lastige, venijnige koers, dat doet pijn, hoor. Oeh, ja. Iedereen past iets op zijn beurt. Marcato die niet toch meeschuift. Nu straks nog eens de volgwagen van Katyusha. Dan nog eens die mannen van Rabobank.
Paul Martens toch ook wel een van de revelaties van dit seizoen. Want het is en het blijft toch wel indrukwekkend als je op een slechte positie moet vertrekken omdat het peloton in twee gespleten is door een val bergop met name bij het opdraaien van Lemanje. Pas die helemaal achteraan verzeild geraakt in een derde peloton. Nogmaals, die is dat tweede peloton in zijn eentje voorbij geraast. En tot peloton 1 om daar Freire nog een handje uit te steken, toe te steken. Dat is conditie. Conditie niet alleen, maar ook een hele goede renner zijn dan. Nog niet direct die grote naam, maar dat zal dan wel komen. 14 kilometer nog. Al eerder gezegd, Bonen won hier tot 4 keer toe. Bonen nog een beetje eten. Niet de fout maken van eventueel Milan Sanremo. Nog een beetje extra energie, nog een gelletje daarbinnen. Een beetje drinken daarbij. Eén man deed hem dat voor, dat was Rick van Looy. Ook 4 keer, maar niet 4 keer op een rij. Bonen dacht hier vorig jaar al een gooi te doen naar dat alleen recordhouderschap. Krijgt nu weer een kans, maar moet nog afrekenen met twee imponerende figuren. Ja, twee imponerende figuren die misschien ook durven gokken. Hè? In de zin van, wat maakt het uit of ik nu tweede word of derde word, ik wil winnen. Is dat een kwestie van menselijk overeenkomen, van feeling, van karakters die matchen? Bijvoorbeeld het zou kunnen dat Cancellara als type beter matcht met Bonen? Dat zou kunnen, ja. Maar ik denk dat Cancellara fier en wijs genoeg is om te zeggen van oké, of ik nu tweede of derde word. Eigenlijk, ik ben een renner van die kwaliteit dat ik alleen maar voor de overwinning ga. En dit zijn stuk voor stuk mannen die zonder enige twijfel ook een week verder kijken. En nu al even de punt op de i zetten. Oh ja, tuurlijk. Dus ja. Mogelijk mogen we toch al uit deze koers concluderen. We hebben vier sterke nummers gezien. Vier paradepaarden in actie. Bonen, Cancellara, Fletcher en Pozzato. Ja, Pozzato die eigenlijk misschien zonder tegenslag of we weten niet echt goed wat er gebeurd is op de Patersberg of net gewoon te ver zitten. Maar hetgene dan nadien gedaan heeft richting Oude Quarmo en op de Oude Quarmo zelf moeten we zeggen dat hij de evenknie is van de mannen die hier vooraan zitten. Alhoewel we deze wedstrijd en de voorbije wedstrijden eigenlijk moeten zeggen dat Bonen en Cancellara ons eigenlijk toch wel het meeste imponeren. En ja, misschien dan nog wel, vooral op die beklimmetjes, op die beklimmingen, en dat al van in het begin van het seizoen, Tom Bonen. Daar gaan er morgen mogelijk nog een paar bij komen. Graag nog een paar bij. Het parcours van Gent-Wevelgem is een stuk verzwaard. Met 16 hellingen onderweg, met een paar hellingen in Frans-Vlaanderen. De Katsberg onder meer twee keer. Dus daar ook een paar sterke bonken. Karel. Ja, de kans op een massasprint is in elk geval verkleind in Wevelgem. En zeker ook gezien de weersomstandigheden die voorspeld worden voor morgen. Regen en wind, dus wordt het een zware editie. 219 kilometer lang ook, dat is ook een stukje langer dan in het verleden. En ik dacht aan Mattie Breschel eigenlijk van in Dwars door Vlaanderen. De winnaar van Dwars door Vlaanderen die veel hulp kreeg van Fabian Cancellara. Die nu ongetwijfeld in zijn hotelkamer aan het kijken is. En ziet dat de meester het uitstekend doet. En Breschel die morgen voluit zijn eigen kant zal mogen gaan. En zoals die reed afgelopen woensdag, gaat hij morgen zeker meedoen voor de knikkers. Ja, daar ben ik ook van overtuigd. Ik heb hem dan ook op de website van sportza.be bij mijn dagfavorieten gezet. Zeker ook op basis van zijn uitmuntende prestatie in Dwars door Vlaanderen. Hopen dan maar dat hij daarvan hersteld is. En ook met veel belangstelling uitkijken naar de prestatie van Philippe Gilbert. Maar daar onmiddellijk deze kanttekening bij. Het is in het voorjaar lastiger winnen dan in het najaar. Hè? Ja, dat is inderdaad een feit. Ja. Je komt dan tegen echte verse mannen terecht die daar echt een absolute doel van maken. Hun eerste doel, hun eerste piek die meestal altijd toch net iets hoger is dan de volgende die ingebouwd worden in het seizoen. En hier begint achteraan. Hier begint het spel al een klein beetje van kijken, van een beetje te sparen al om toch proberen niet de laatste te worden van dat groepje niet, maar dan liefst proberen top 5 te rijden. Dus toch, dat Boom die al een klein duwtje gaat geven en zo van. Toch draaien ze hier nog altijd met een man of 4-5 rond. Marcato op dit ogenblik een beetje gehalveerd in zijn mogelijkheden. En ze blijven hangen op 43 seconden. Ze hebben er vooraan vooral dan door het toedoen van Cancellara, die telkens weer opnieuw dat tempo een klein beetje de hoogte intrekt. Onmiddellijk gevolgd door Bonen die even snel rijdt. Misschien Fletcher die het tempo een klein beetje laat zakken vooraan. Of iets minder agressief zijn beurten overneemt. Maar in ieder geval toch draait en mee blijft ronddraaien. Wat er toch voor zorgt dat die mannen voldoende tempo erin houden. Hè. Zegt José de Kouwer, is er dan maar één Belg die deze E3-prijs Haarlembeke kan winnen? Zo lijkt het er voorlopig op, hè?
Want dat wordt bewezen door de erelijst van de voorbije jaar. Ja, inderdaad. Ja. Bonen die hier 4 keer op een rij en telkens weer opnieuw meedoet voor de overwinning. Het is natuurlijk de wedstrijd vlak of een week voor de Ronde van Vlaanderen. Dus Bonen een absoluut typische Ronde van Vlaanderen renner. Nog eens met daar nog eens bij Parijs-Roubaix. En dan het zijn toch wel de belangrijkste doelen in zijn telkens weer opnieuw voorjaar. En het is een beetje alsof we een nieuwe Tom Bonen gekregen hebben. Maar daar lijkt het in ieder geval een beetje op. Dus een frisse, maar dan ook meer dan frisse Tom Bonen. Maturiteit, José de Kouwer. Ja. Je wordt zo bijna 30, hè. Dan verandert er wat in een mannenkop, hè. Hoe zeggen ze dat? Verstand komt niet voor de jaren. Pas op met pertinent zware uitspraken. Maar je hebt gelijk. Bij de ene komt dat op 30, bij de andere op 60. Karel. Dank u. Ja, ik ben even gaan kijken naast deze 3 koplopers. Even gaan kijken naar die hoofden, naar die gezichten, voor wat dat waard is. Hè. Bonen die toch een beetje blaast en die teken doet van het is lastig hoor. Die wind die doet ons een beetje dood op dit moment. Maar het zijn natuurlijk de sterksten in de koers. Flecha die eigenlijk geen grimas toont als hij voor die andere 2 rijdt. En die dan in het wiel even gaat uitblazen, even toch op adem komt. En dat zie je dan ook aan zijn gezicht. En Cancellara, daar is niks op te zien. Die laat gewoon niet in zijn kaart te kijken. Cancellara straalt een en al kracht uit. Dat zijn massieve poten die daaronder staan. Zeg nog eens iets over de wind, Karel. Waar staat die? Die wind waait nog altijd van links naar rechts en dat duurt nog wel een hele tijd hoor. We zijn ondertussen binnen die strook van de laatste 10 kilometer gekomen en nu komen we tussen de huizen in België, Deerlijk. Dat is de streek van Stijn de Volder. Hier staan ze ongetwijfeld te wachten op Stijn de Volder, maar daar gaan ze nog een hele tijd moeten op wachten. Het gaat nog altijd niet goed met Stijn, maar afschrijven voor de Ronde van Vlaanderen kan je een tweevoudig winnaar natuurlijk nooit. Maar die wind dus nog altijd van op de flank. Dus is het niet aangewezen om hier al alleen te gaan? Dat zou ik niet doen. Het is nog een beetje ver. En ik ben ook benieuwd wat Cancellara en Flecha gaan doen. Hè? Gaan ze Bonen ombeurten, bestoken? Of gaat het zover niet komen en gaan ze spurten voor de zegen? Dat zou de logica zijn natuurlijk, dat ze dat met z'n tweeën doen. Cancellara nu in overleg met de ploegleiding. Wat doen we ermee? Pas op, een met 3 vooroprijden en aanvallen, dat is voor alle 3 even lastig. Hè? Als je daar dan als sprinter bij zit, als Tom Bonen, dan gaat een klein tandje terugschakelen en zorgen dat je onmiddellijk op het wiel zit. Dan doe je eigenlijk Makander evenveel dood dan degene die daar die niet aanvalt of wel aanvalt. Dit is dodelijk, hè? Met 3 voorop zitten en aanvallen. En je moet blijven uitkijken. En je moet eens zien wat de winter hier ook met het wegdek uitgehaald heeft. Kijk eens naar die putten. Pas op, die jongens rijden op tubes, hè. Inderdaad, tubus. 8 kilo druk daarin. 8 kilo vanwege de kassei, geen 9, hè? Nee, zeker niet. Die vooraan een klein beetje minder dan achteraan trouwens. Omdat het gewicht toch vooral achteraan zit en vooral vooraan de schokken moet opvangen. De meeste renners trouwens allemaal gebruikmakend van aluminium velgen vooraan en achteraan. Een paar ploegen die op een of andere manier een sponsoring hebben van carbon en daar moeilijk onderuit kunnen. Die mannen nog door het materiaal van een sponsor gediend, maar de meeste toch allemaal gebruikmakend van aluminium velgen. Tot dusver Tom Bonen de meest succesrijke dit seizoen. 4 overwinningen, 2 etappes in de ronde van Qatar, een rit in de ronde van Oman en dan de 2e etappe in Tirreno Adriatico voor die Paul Martens en Benatti. Het was in Monte Catini Terme in Toscane. De man hier vol in beeld, Fabian Cancellara, werd eindwinnaar van de ronde van Oman. Na een goede tijdrit waarin hij verslagen werd door Edvald Boasson-Hagen. Ja, Boasson-Hagen die ik hier toch ook wel iets meer vooraan verwacht had. Of zou die met morgen in het achterhoofd koersen? Vandaag is vandaag en morgen is morgen. Het kan natuurlijk ook zijn dat je op een leeftijd van 1,22 leergeld betaalt, José de Kouwer. Ja, dat zit er dik in natuurlijk. Ze nogal straf zijn. Een hele leuke anekdote, dat wil ik toch nog meegeven. Vooral leren we hier echt aan die splijtende slotstrook van 5 kilometer beginnen. Vroeger vanmorgen aan Boasson-Hagen, heb je deze koers al gereden? Wacht eens even. God, dat weet ik echt niet meer. Ik zou het niet kunnen zeggen. Maar voor die man is Vlaanderen Vlaanderen. Hè. Die komen tussen dat publiek, die rijden naar de start en die zien niks dan mensen staan. Dus die denken het is koers in Vlaanderen. En of dat nu Kuren is of Adelbeken is of ik weet niet waar is. Op een gegeven moment weten die mannen niet meer waar ze... Ze zijn hier zoveel keer over die bergjes gedraaid. Ze komen er eens op van links, ze komen er eens op van rechts. Ze komen eens van de andere kant. Volgens mij weet die man het zelf niet meer. Kijker stelt een terechte vraag. Wat scheelt er met Balan? Ja?
Die missen we inderdaad, hè. Balan die hier een paar jaar geleden nog volop meedeed voor de prijs in 2006 was dat, met Bonen. Ja, maar voor Balan vorig jaar ook al niet goed, hè. Ja. Maar kwam er wel een beetje doorheen aan het eind. Ja, helemaal op het einde gingen dan de Ronde van Polen winnen, maar dat was dan ook alles. Pas op voor Fletcher, hè. Pas op, hè. Denk aan de manier waarop Gilbert zich daaraan mispakte. Ja, maar het probleem met Fletcher is denk ik, natuurlijk, ja, we kunnen moeilijk zeggen, hij kan geen solo rijden, want hetgeen hij daar gedaan heeft in de omloop het Nieuwsblad was meer dan een solo rijden. Maar dat was dan tegen één man, tegen Philippe Gilbert, terwijl hij hier toch zit met twee kleppers achter zich aan, die alle twee toch wel willen winnen, dus dat zal niet zo simpel zijn natuurlijk. Als er een van kan wegrijden, echt wegrijden, dan moet het normaal gezien Cancellara zijn, maar Bonen zou wel zo verstandig genoeg zijn om daar onmiddellijk op te reageren. En er is nog maar de vraag of Fletcher dan nog eens een extra aanval na een aanval kan plaatsen. Dus als Bonen alert genoeg is, wordt het moeilijk om daarvan weg te rijden, denk ik. 6 kilometer nog. De achtervolgers komen nu even onder de 40 seconden. Fletcher met die prachtige trui van Team Sky nog eens even tanken. Bonen op een merksfiets. Ik zie hem even lonken. Als hij vol in de camera rijdt, trekt hij altijd zo'n beetje een vertrokken gezicht. Zou je ermee aan het spelen zijn? Ja, nee. Ja. Je weet dat hem zit daar. Hè. Dus hij is Tom Bonen. Hij hoeft zichzelf niet meer te laten zien. Iedereen kent hem al. Die benen een klein beetje naar buiten gooien. Een klein beetje ontspannen toch. Die rug een klein beetje proberen ontspannen. Een beetje de tegenstand bekijken. Maar ja, zoals Karel er net al zei. Die mannen, dat zijn ook mimespelers bijna. Moeten we zeggen. Die een beetje logisch is in de profielennerij. Jan-Antoon Peil toch altijd met een iets wat kortere beurt. En ik denk dat ze bij Rabobank spijt hebben dat deze man weg is. Dat mag je wel zeggen. Maar alhoewel ze natuurlijk toch al een prachtige overwinning hebben met Freire. Dat mag je wel zeggen. Met Milan Sanremo kan dat voorjaar eigenlijk al niet meer stuk voor die ploeg. Maar je weet, door die gedrevenheid wil je graag wat extra. Maar mocht u gemist hebben wat vooraf ging. Nick Nuis is tot 3 keer toegevallen in deze wedstrijd. En de 3e keer was er te veel aan. Ja, maar ik denk dat het 3 keer gevallen, maar niet, ik kan niet zeggen niet ernstig, want dat weten we natuurlijk niet. Maar nee. Het eerste indruk was dat het allemaal nogal meeviel. Maar dan is 3 keer een opeenstapeling van 3 is dan misschien net iets te veel. Hè? Ja, laten we zeggen een mentaal breukje. Ook. 33 seconden. Nog 5 kilometer. Maar ook dat hebben we al eerder meegemaakt hier in deze E3-prijs. Dat de achtervolgers toch nog een beetje dichter komen. Een jojo-effect. Ja, men gaat hier vooraan en uiteraard ook door hoe dichter de kilometers komen, hoe minder men toch een beetje gaat geven en doen en rekening houden van ja, ik zit hier nu. Ik moet wel proberen winnen, hè. Zie je? Dat is achter de rug van de 2. Ah ja, maar dat is ook zijn riempjes aan. Tuurlijk, een beetje pedalen of de schoenen een beetje aanspannen. Van riempjes kunnen we eigenlijk niet meer spreken. Maar het is zo'n mooie uitdrukking. Ja, het is ook een riempje. Ik dacht van, ik doe ze. Ja, maar het is een riempje ook dat erin zit. Hè. Ja. Sommige systemen zijn soms een beetje anders. Ja. Karel? Ja, nog 4 kilometer en de neutrale wagen is toch al weggestuurd. Iedereen wordt hier gesommeerd om te verdwijnen tussen de kopgroep en de achtervolgers. Als ze hier naar elkaar gaan lonken, als ze gaan twijfelen, dan moeten ze toch nog opletten. Maar ze hebben tonnen ervaring samen, dat gaan ze toch niet meer laten gebeuren. Kijk, Cancellara die gaat weer een beetje versnellen en dan gaat dat kilometertellertje plots van 40 naar 45. Ja, vergeet Kawasaki, Yamaha en BMW, er rijdt nu een Cancellara. Ja, het is misschien een nieuw merk. Hè. Een nieuw merk dat we daar moeten gaan tussenposten of naar ervoor zetten ergens. Dus het is mooi om te zien. Pozzato. Het moet ongelooflijk plezant zijn om zo snel met de fiets te kunnen rijden. Pozzato sluit daar de rij. Freccia, de Barcelonees. Geboren in Buenos Aires aan de andere kant van de oceaan. En dan met mama. Op jeugdige leeftijd naar Spanje gekomen. En fietsen vond hij zo leuk. En hier rijden we onder de E3-brug. Ja. De E3-prijsbrug. De E3-prijstunnel. Zo heet het echt. Minder dan 4 kilometer. 30 seconden weer. Door die beurt van Cancellara. Ja, en dan die beurt van Cancellara. Bonen die dan overneemt in dat tempo, zoals ik daarnet al zei, nog een beetje vasthoudt. Fletcher die misschien een klein beetje het tempo iets laat zakken. Maar dan heb je weer onmiddellijk Cancellara die gewoon net iets sneller rijdt dan de rest. En dat is natuurlijk van levensbelang. Hè. Opletten, dames en heren. Zeggen dat dit een mooie plaats zou zijn om te demareren, maar ja, dit is een nieuw traject.
We gaan niet op de aloude manier Haarlembeke binnen, want er zijn werken bezig in de Gentse straat. De aankomst ligt een goede 500 meter bergop. En om die werken te omzeilen, moeten we straks in Bavi kopen aan die koperen ketel, die brouwersketel. Ah ja. Ja. En dan komen we aan de andere kant van de Leie. En die moeten we dus weer over. En dan gaan we straks na de Leie rechtsaf. Ook daar nog een brug, José. In de laatste kilometer. Misschien een brug te ver straks. Voor wie? Voor wie? Denk dat de man met de grootste mentale veerkracht de koers wint. Ja, pas op. En ook nog eens richting aankomstlijn. Een nieuwe aankomst natuurlijk, die ze nog niet gedaan hebben. Links op, eens kijken, rechts op bocht om. Een beetje bergop nog, 50 meter. En dan... Maar ze hebben hier toch voor de start, zoals je de tijd kunnen nemen, om dat eens even gaan te onderzoeken. Ja, dat weet ik, maar dan in koers. Hè. Dan in koers, na 200 kilometer, de benen zijn moe en dat kan 50 of 30 meters te vroeg aanzetten, dodelijk zijn. Daar staat 31. En wat zegt de wedstrijdradio? 38. 2 kilometer nog. Ja, maar ik denk, de winnaar zit hier vooraan. Hè. Daar gaan we nu niet meer over discussiëren. Zeker niet, maar ik zit eruit te kijken naar een uitval. Kunnen ze nog? Durven ze nog? Of rekenen ze op hun sprint? Of hebben ze misschien gevoeld dat de op papier snelste man, de Belgische kampioen, dat die misschien wel al een beetje afgemat is door al dat beulenwerk op al die hellingen? Kijk hem zien. Kijk naar de versnelling die Fletcher trapt. Probeert zich achteraan te zetten natuurlijk. Hè. Zeker in deze situatie met 3 is dat de meest uitgelezen positie natuurlijk. Dan heb je alles in de gaten, maar er komt toch altijd wel iemand achter u te zitten. Binnenrijden van Haarlembeke. Tuurlijk, ja, als Fletcher of als Cancellara dat tempo die hoogte blijft inhouden, dan is het moeilijk om te demareren. Zeker om daar een verrassing in te steken. Hè. Bonen die toch niet gerust is, die altijd maar blijft omkijken van waar zit die verduivelse Fletcher. 36 seconden nog. Het spel gaat beginnen. En daar gaat Fabian Cancellara. Pas op, hè. Geef hem geen lengte of 2 of hij is vertrokken. Hè. En Bonen is dat wel goed gezien, maar Fletcher die krijgt dat gat niet dicht. Fletcher laat ook het gat. Weg. Opletten. Daar die bocht, een beetje diep, ver uit die bocht. Bonen moet nu al een sprint plaatsen om die Cancellara te pakken te krijgen. Die gaat er nu een tijdrit van maken, dat is de laatste kilometer. Dat wordt een keiharde business, een risky business. Cancellara, de tank, de pletwals. Bonen met een lange sprint daar naartoe. Mag nu niet breken, mag niet afgeven. Oei, wat is die Cancellara sterk, zoals de kamer. Wat is die sterk? Die brug is er te veel aan. Hij is weg. Wat is die sterk? Hij is weg. Het breekt. En nu Fletcher. En ja, nu? Maar nee, het was gewoon van niet kunnen. Ook Fletcher niet. Het was gewoon van niet kunnen. Daar komt de sterke man in deze E3-prijs, Haarlembeke. Wat een verrassende ontwikkeling op een goede 400 meter van de streep naar die bocht. En ze zijn geslagen, want die gaat niet meer stilvallen. Nee. Die gaat niet meer stilvallen. Fabian Cancellara, wat een nummer zeg. Wat een nummer. Ho. Daar wordt een mens even stil van. Ja, als u mij vraagt wie is de meest begiftigde renner van dit moment, zeg dan maar Fabian Cancellara. Hij en niemand anders wint de E3-prijs Haarlembeke op een fantastische manier. En voor Bonen blijft uiteindelijk de tweede plaats. Fletcher is derde. Tweede in Milan San Remo. En tweede in de E3-prijs Haarlembeke. Alles kapot varen. En hier is alles in het voordeel van Bjorn Leukemans. Dat is wat Marco Marcato, die zelf ook niet van de traagste is, nog doet. Maar die is zo moe, zo afgemat. Boom in het wiel en Pozzato. Ja, Pozzato natuurlijk ook niet van de traagste. Dus voor de tweede keer op rij wordt Bonen hier gevloerd. Vorig jaar door Pozzato en nu door Cancellara. Maar wel op een totaal andere manier. En Leukemans met zijn sprint. Opgelet voor Martens. Die ook nog meedoet. En het is Boom van de kop af. Wat is die Boom sterk. Maar Pozzato komt er ook nog uit. Pozzato komt hier als vierde over de streep voor Boom. Martens. Martens. Een leuke mans. En Langeveld. En nummer 84. Met Cancellara staat uiteraard een hele grote naam op de erelijst.
Het is Paul Martens die laatste is van de groep. Dat was een Langeveld die er zich nog tussen smeert. Ja, inderdaad. Fabian Cancellara wint na de ronde van Oman ook de E3-prijs Harelbeke. En op wat een manier, zeg. En kijk eens naar die gezichten. Getekend tot en met. Op wat een manier. Daar dat manoeuvre. Fletcher die er achteraan gaat, dat is inderdaad wel vol. Dat is vol, hè? Bonen die daar dan voelt van, oh, die redt het niet. Ja. Ik moet het zelf gaan overpakken. Maar dan eigenlijk, ja, laat ons zeggen, een metertje, anderhalf metertje dicht rijdt. Maar veel verder komt hij niet. Dat kan maar één man, hè. Dit kan maar één man ten opzichte van een Tom Bonen die in vorm is. Dat is maar één man in de wereld die dat kan. Dat is Cancellara. Niemand anders. Niet eerlijk, hè, José? Nee. Als je zo goed bent. Ik vind het toch goed van Bonen ook, zeg. 1 Cancellara, 2 Bonen, 3 Fletcher, 4 Pozzato, 5 Boom, 6 Langeveld, 7 Leukemans, 8 Martens. Hij neemt de tijd om zijn Zwitsers kruis helemaal netjes in de plooi te leggen. En dan komt Bonen op een seconde of 3 als tweede over de streep. En kan dat niet geloven. En toch is het gebeurd. Zie je wel dat er nog wat ging gebeuren? Ja. Daar komt het peloton van de geslagenen. Kijk hoe die seconden wegtikken. Je hebt daar natuurlijk ook al de fase van de berusting gehad. Hè? Zo werkt dat. En ook de fase van de teleurstelling bij sommigen. Ja, inderdaad. We zien Van Avermaat daar nog zijn uiterste best doen om wat naar voren te glippen. Het is een renner van Lamprey die hier even de dans probeert te ontglippen. Hier een brede zwaai. Naar rechts. En dan in de Gentse straat vechten voor de zege. Nou ja, de zege. Een top 10 plaatsen buiten. Is een man van Futo Servetto die eruit komt. Ook Bonnet probeert nog mee te doen. Bonnet kan die met al zijn kracht misschien nog remonteren. Maar dat gaat net niet meer lukken. En wat hebben we gezien? Ik denk dat het Feline is die ons ook al wist te verrassen. Vorige woensdag die hier als negende over de streep gekomen is. In Bonnet, mogelijk tiende. Maar dat is onder voorbehoud. Bonnet, ja, inderdaad. Preben van Ecke zien we niet, de man van de valpartij van. En hier de ploegmakers die het gedaan hebben voor Cancellara. Zouden ze het al weten? Ik denk het wel, hè. Ja. Dat onmiddellijk door de wagen wordt doorgegeven van Jeratas Gemacht. Daar was ook nog Lijf Vosten. Voilà. Goh. Ja, ik moet zeggen, hij heeft ons al verbaasd, maar dit is toch wel een strafnummer, hoor. Tegen een goede Bonen, hè. Niet doe maar tegen een Bonen. Tegen een Bonen die echt onderweg wel laat zien dat hem goed is. Die op geen inspanning kijkt, die echt goed is. En om die dan metertje per metertje klink uit het wiel te rijden. Ja, chapeau. Hier de opname na de aankomst. Een opgenomen beeld. Tuurlijk is hij diep geweest. Maar natuurlijk gaat hij uitstekend herstellen. Want zo winnen. Dat helpt natuurlijk. Ja, dat helpt. En wat denk je ook wat dat teweeg brengt in je benen als je daar als Fletcher achter zit en ook als Tom Bonen achter zit. En je zet je recht, je gaat op je trappers lopen en je voelt dat je eigenlijk geen meter dichter komt, dat je benen compleet verzuren. Weten dat hij daar voor je rijdt en dat je eigenlijk, ja, 5 meters, dat eigenlijk 50 meters is bij hem. Dat is gewoon te veel. Ja. Op zijn 29ste is deze man op zijn sterkst. Karel. Ja, Michel.